NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij Nachtzuster op 4 mei 2018. Je kunt bellen met vragen over alle onderwerpen die jij aan wilt spreken. Onderwerpen die jij aan wilt stippen. Nou ja, welke onderwerpen je maar wil, naar 0800-1121. Je kunt ook mailen, nachtzuster@omroepmax.nl... of even contact zoeken via Twitter of via Facebook, waar ik ook gewoon Nachtzuster heet. Er is ook een chat tijdens dit programma en die chat die vind je via www.omroepmax.nl/nachtzuster. En dan vind je daar de chat, C-H-A-T, dus klik dat ook gewoon aan. Of stuur een appje via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Zo'n appje is gratis, maar bellen is ook gratis. Dus doe dat nu met een vraag. 0800-1121. Leuk bandje is dat. Zou wel eens iets kunnen worden. En dan heb je ze voor het eerst gehoord hier bij Nachtzuster. Of voor het eerst. Nou, in ieder geval heel vaak gehoord bij Nachtzuster. Met het liedje Nachtzuster natuurlijk. Doe maar, was dat. 0800-1121. Dat telefoonnummer, dat kun je gebruiken. Je stelt een vraag en er zijn dan altijd mensen wakker die hopelijk datzelfde nummer gebruiken om een antwoord door te geven. Dat is het principe, maar dat kennen je waarschijnlijk al. Paula, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik heb een vraagje. Ja. Bij mij in de tuin en overal in de buurt natuurlijk worden in deze tijd ontzettend veel jonge patjes geboren. Oh. En kikkertjes. En kikkertjes, dat weet ik, die komen uit kikkerdril. Ja. Maar padden, dat weet ik eigenlijk niet. Die gaan wel de sloot in om te paren. Maar ja, waar de jonge patjes vandaan komen, of die ook in een soort dril zitten, ik weet het niet. Maar vervolgens vraag ik me af, die beestjes zijn heel klein, hè? Dat zijn echt beestjes van een centimetertje die er dan door de tuin springen en zo. Ja. En dan vraag ik me af, die beesten, padden en kikkers, die eten insecten, hè? Libellen en vliegen en weet ik wat allemaal, die vangen ze. Maar hoe komen nou die hele kleine beestjes, ja, aan eten totdat ze zo groot zijn dat ze zelf... Ik bedoel, een vlieg is vaak groter dan die beestjes zelf. Hoe komen die aan eten? Dus één vlieg is een volledig buffet van een week. Ja, ja, ja. Maar ja, dan vraag ik me toch waar. Ja, zowel eigenlijk de jonge kikkertjes. Ja. Dat geldt, als die jonge patjes. Ja, die zijn zo klein. Wat eten ze in tussentijds totdat ze dan echt zelf een insect kunnen vangen? Maar Paula? Ja. Wat is het verschil tussen een kikker en een pad? Oh, weet je dat niet? Ik denk, ik vraag het maar gewoon voor de mensen die het niet weten. Ja, een kikker is dus echt eentje die zo enorm door de tuin springt en altijd in de sloot op plompe bladen zit en vliegen vangt. Ja, zeg maar de standaard groene Kermit-achtige. Ja, ja. Ja. Ja, dat is de meest bekende dan in ieder geval. Maar een pad, ja, die is veel dikker. En ja, dat is een vrij lelijk beest eigenlijk. Ze zijn wel aandoenlijk hoor. Maar die zijn heel traag. En die zitten in de tuin altijd in holletjes of onder platte stenen. En maar het is niet gewoon een lelijke bruine kikker. Het is wel, er zit wel verschil in. Nee, ja, ze hebben een veel dikker lijf. En ze kunnen ook niet zo, ze kunnen wel een beetje zo vooruit springen. En ze lopen heel traag, zo weet je wel, poot voor poot. Heel anders dan. Ze hebben wel hetzelfde, ja, kop en poten. Ja. Maar het lijf is veel dikker en ronder. Maar het is niet gewoon familie, zoals zeg maar. Nee. Ja, hoe noemen ze dat nou? Hoe noemen ze die beesten nou? Amfibie of zo, weet ik veel. Een amfibie. Is een kikker een amfibie? Ja, ik geloof het wel, ja. Want die kan in het water. Ja. Nee, maar er is een groot verschil. Ja, want je hebt ook altijd de paddentrek, weet je wel. Ja, ja, dan, ja, hilarisch vind ik dat.
Nee, ja, maar dat vind ik. Nou ja, hilarisch is het woord niet. Ik vind dat zoiets moois. Dan zie ik al die mensen met emmertjes. Zie ik van de ene kant van de weg naar de andere. De padden naar de andere kant brengen. Maar ik denk dan altijd, dat zijn gewoon bruine kikkers. Nee, dat is echt niet waar. Dat is echt. Het zijn twee. Ze zien er een beetje hetzelfde uit qua bouw. Ja. Maar de pad is veel grover en die heeft ook een huid. Een beetje ratachtig. Ja, het is geen mooi beest. Heeft alleen een heel aandoenlijk kopje met hele lieve oogjes en zo. Maar ja, ik hoor het al. En als je ze oppakt, dan piezen ze op je hand. Ter verdediging. Echt waar? Ja. Maar ter verdediging, plassen ze zoutzuur dan? Dat is een afweermiddel voor andere beesten. Zo een ander beest wil ze opvreten of zo. Dan piest hij meteen. En dan denkt het andere beest, oh wacht even, nee, als jij gaat plassen, dan eet ik je niet op. Ja, dat vind ik niet lekker. Dus dan spuugt hij hem eruit of zo. Weet ik veel. Precies weet ik het ook niet. Wat een leerzaam gesprek weer. Oh, het is pas 11:55 en ik steek nu alweer van alles op. Maar, Paula, even nog voor mij. Want ik bedoel, als je bijvoorbeeld een mopshond en een labrador naast elkaar zet, dan denk je ook niet, goh, het is allebei een hond. Dus is het niet zo dat een kikker in de basis een kikker hebt, maar dat je de groene kwakkikker en de pad hebt? Nou, dat het wel allemaal onder de paraplu kikker valt. Nee hoor, nee. Echt, echt niet. Er zit echt verschil in. Nee. Dat niet als dekkers hier niet horen. Nee, of juist wel. Want dan belt hij even om het uit te leggen. Er zijn vast wel meer mensen die zijn opgegroeid met een hiaat aan paddenkennis. Dus, dan 0800-1121. Dus hoe plant een pad zich voort eigenlijk? Dat is niet het belangrijkste. Maar vooral omdat hij zo klein is, hoe komt hij aan de kop? Ook. Totdat hij zelf in staat is om een insect te vangen. Ja. 0800-1121. Nou, we gaan het proberen, Paula. Ja, maar mag ik nog even, want ik had eigenlijk twee vraagjes. Nou, andere, daar weet ik ook weer zelf helemaal niets van. Maar bijvoorbeeld, je hoort regelmatig dat een partij drugs of zo in beslag wordt genomen, hè? En daar zit natuurlijk van alles bij. Ja. Ook die middelen die in ziekenhuizen worden gebruikt. Weet je wel, hoe noem je dat nou? Ik kan daar even zo gauw niet opkomen. Van alles, pijnstillers. Ja, nee, ik wou zeggen codeïne, maar dat is het niet. Het is een heel bekend spul van wat uit die papavers komt, weet je wel? Valium? Nee. Morfine? Opium. Ja. Maar volgens mij worden die spullen ook in ziekenhuizen gebruikt bij operaties of weet ik wat allemaal. Het is allemaal heel duur spul. Want je kunt er ook medicijnen dus van maken, hè? Dus jij wil weten als er drugs in beslag worden genomen, of er dan ook medicijnen van gemaakt worden? Nou, je hoort dan altijd dat dat verdelgd wordt, of weet ik veel wat ermee gebeurt. Maar dan denk ik, als je dan toch die handel te pakken krijgt, doe er dan iets goeds mee, weet je wel. Maar het lijkt mij heel duur om te onderzoeken of het allemaal wel helemaal zuiver is en goed geproduceerd en niet versneden met babypoeder en... Ja, waspoeder en wat dan ook. Ja, denk ik hoor. Maar goed, de vraag of er wel eens in beslag genomen drugs wel eens gebruikt zouden kunnen worden om medicijnen van te maken, of waarom niet? Ja, in plaats van vernietigd. Ja. Dan denk ik, het is al erg dat er spul op de markt komt. Maar als er dan toch nog alsnog iets goeds mee kan gebeuren. Ja. Maar ik ben ook heel bang dat het onderweg, dus als je het niet meteen zeg maar in beslag neemt en vernietigt, dat is maar 1 of 2 stappen. Maar als je daar stappen aan toevoegt van, dan moet het nog ergens naartoe waar ze daar gebruik van kunnen maken, dan komt er 1 of 2 stappen bij. En er gaat zoveel geld in om, dat er zoveel kans is dat iemand halverwege weer zegt van, ik neem het mee naar huis. Denk ik. Nou, ik vind het ook niet echt belangrijk, maar het speelde zo door mijn hoofd. Nou, maar weet je, als we gaan skippen wat niet echt belangrijk is, dan kan ik wel naar huis, hè? Ja. Maar dat van die kikkertjes en dat vind dat ik gewoon is echt belangrijk. Omdat ik er eindelijk voorjaar mee te maken heb. Nee, is echt belangrijk. En ze zijn zo schattig, je neemt ze op je hand. Weet je, die zijn nog niet de padden, hè?
Niet de padden. Nee, de padden liever niet vanwege dat precies, ja, zeg ja, maar. Ja, precies. 0800-1121. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, ja. Paula. Ja, bedankt. Dag. Doeg. Leo. Hallo, ik zit naar respect te luisteren. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja, ja, ja. Als heroïne in beslag wordt genomen, dan wordt het gewoon verbrand. Ik heb ook papaverplantjes in mijn tuin staan. En slaapbollen noem je dat. Ik heb ooit in het verleden opium gemaakt. Maar als in beslag wordt genomen, dan worden er geen medicijnen van gemaakt. Maar waarom niet? Heel anders. Omdat wat ik gemaakt gewoon niet zuiver genoeg is. En een laboratorium kan je natuurlijk veel beter. Natuurlijk, die opiaten, die heten opiaten, mm-hmm. die kan je maken. En dat gebruik je bij als laatste restmiddel, als pijnstiller. Het is geen medicijn, het is gewoon een pijnstiller. Als je echt niet meer trekt, dan krijg je een opiaten toegediend. En dat komt echt uit het laboratorium. En niet via de politie. Dus alsjeblieft niet zeggen. Nee, oké. Okay. Ik heb natuurlijk mijn eigen vraagje natuurlijk. Mijn kat zat weer vannacht naast mij als ik naar bed ga. En gaat die kat naast mijn kus neerleggen. En ik kijk al zijn natte neus tegenaan. Ja. Van mijn kat. Het beest is al 17 jaar oud. Ik mag heus zeggen dat ze gewoon overbejaard is. Waarom hebben katten natte neuzen? Dat is mijn vraag. Het is wel, als ze geen natte neus hebben, dan is het niet goed, hè? Ja, maar ik heb toch geen natte neus. Dat weet ik niet. Nee, ik heb geen natte neus. Mijn neus is gewoon droog. Ja, en dan is het dan weer andersom. Dat is bij mensen weer goed teken. Dan drukt die kat hier zijn neus tegen mijn neus aan en dan krijg ik zo'n natte dopje. Ja. Zo'n koud natte dopje. Ja. Wordt me tegen mijn neus aangedrukt. En dan zeg ik, waarom heb je eigenlijk een natte neus? Ja, en hij gaf geen antwoord natuurlijk. Nee. Ze kijkt me aan met die bolle ogen van ga je slapen, weet je wel. En gaat ze tegen wat hoofd zitten likken met die rasptong. En gaat ze heel lang lopen likken. En moest ze er jou eens een keer mee op. En iedere keer denk ik mezelf, waarom heb je... Hoezo? Natte neus, ja. Nee, de vraag is duidelijk. Ja. Nu is het nog de vraag of iemand een antwoord gaat geven. Dus ik zeg... Ja, hebben honden ook natte neuzen? Voor mij ook. Ja, toch? Ja, maar die zijn wat, die zijn wat meer leerachtig. Maar die zijn wel nat, volgens mij. Ja, maar... Ja. Ik verbaas me eentje van... Heb ze daar niet? Ja. Krijg ze koude natte neus op mijn neus gedrukt. Ja. Dat is heel lief bedoeld. Dat is heel lief bedoeld van, natuurlijk. Het is heel lief bedoeld van, hoor. Van, ik ben je baas, zegt ze dan. Oh. Maar ik... Ja, tuurlijk. Ik ben haar personeel natuurlijk. Ja. Waarom hebben katten nou een neus dat nat is? En waarom hebben mensen... Want je hebt de vraag nu 7 keer gesteld. Ik denk dat, dat het moet lukken. Oké, goed. Ja. Succes voor de volgende. Ja, dankjewel hè. Dag Leo. Hoi. Hoi. Jack. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Jack uit Den Bosch. Hallo Jack uit Den Bosch. Hoi. Ik luister altijd naar jou. Het is de eerste keer dat ik een keer bel. Spannend. En waarom dan? Ja. De moord op Kennedy. Ja. Ik was een manneke van een jaar of 8. Ja. En deed mij altijd geïmponeerd, die moord. Ja. Daar heb ik boeken en films van gezien. En daar is altijd duister over gedaan. Van wie of wat. Mm-hmm. Nee, Trump een tijdje geleden... Die dossiers allemaal opengegooid. Oh, is dat al? Ja, ik neem aan van wel. Oh. En daar hoorde in feite helemaal niks over. Nee. Dat schijnen miljoenen pagina's te zijn. Iedereen is daar heel geïnteresseerd in van hoe en wat. Ja. En hij heeft hier schijnbaar een paar maanden geleden heeft gezegd van dat wordt openbaar... Want eerst had hij gezegd van, er gaan strepen erin, of dat, omdat er nog mensen leven. Ja, ja, ja. Toen ja. Die tijd. En, maar die schijnen nou een paar maanden openbaar te zijn. En je mag van mij gerust weten, ik ben A-computer. Die heb ik zelfs niet. Oh, joh. Dus, ja. Dat kan gebeuren. Maar nou is mijn vraag, is daar al meer over bekend?
Ja, want ik wist dat dat eraan zat te komen. En volgens mij is er dan... Ik dacht dat er toch weer uitstel was gekomen. Maar dat is dan... Er is een deel wel vrijgegeven. Misschien dat mensen dat nog aan het lezen zijn. Ja. Oké, dat kan ik me eigen voorstellen. Ja, want er gaan zoveel verhalen van over... Ja, maar als er wel gedeeltes vrij zijn gekomen... dan zijn we natuurlijk allemaal heel benieuwd wat daar dan in staat. Maar misschien zijn dat wel juist de bekendste... Ja, er gaan zoveel verhalen eronder door zijn hersenen zijn kwijt. Waar zijn die kogels gebleven? Want ze kennen tegenwoordig met ballistisch onderzoek precies zien... uit welk geweer een kogel kwam. Ik noem maar iets. En... Ben je mij toch altijd wel geïntrigeerd, die vraag. Ja. Ik had toen de tijd een broer... die zat met de Cuba-crisis in het leger. Ja. En toen was ik 7. Dat was in 62. En een andere broer van mij... die was toen de tijd dat er nog reservisten. Hadden ze thuis nog groene pakken thuis liggen. Dat snap je? Toen hadden ze nog groene pakken thuis liggen, ja. Ja, dat ze werden opgeroepen, hè? Ja, ja. De prunjezak. Ja, ja. En als je dan zo'n jong ventje bent, dat vergeet er niet gauw. Dat zijn indrukken in je leven en blijven. Want even kijken, dat was begin jaren 60. Ja, 62 hadden toen de tijd die Cuba-crisis. Ja. Dus, en in 63 werd Kennedy vermoord. Ja, maar dan ben je nog wel... Want jij zegt, ik was 8. Vind ik wel jong om daar zo van onder de indruk te zijn. Ja, maar iedereen eet er... Ja, iedereen was er natuurlijk van onder de indruk. Ja, en er zijn toch dingen in je leven... die blijven je bij. Want ik kom uit een gezin van 5. En ik ben een nakomertje, dus ook nog. Dan krijg je ook van je grote broers en zussen natuurlijk van alles mee. Ja, mijn oudste broer die is van 1937, dan heb ik er een van 1940. En een broer en een zus van 1944. En ik ben van 55. Kwam jij nog 11 jaar later, kwam jij nog erachteraan? Ja. Oh, papa's laatste kunstje. Oh, die deed nog even, ja. Ik checken of het nog ging. Ja, nou Jack, ik ga op zoek naar iemand die iets heeft meegekregen inderdaad. Van wat stond er in de vrijgegeven JFK-dossiers. Oké, dat is fijn. Kennedy-dossiers zeg ik dan snapt iedereen het. Ja, dankjewel voor je vraag. Oké, Dag. Mirjam. Ja, hoi. 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 Ik had twee vragen als dat zou kunnen. Ja. Nummer 1. Is mij als kind ooit verteld dat je twee verlengsnoeren niet in elkaar kon gebruiken. Of hoe noem je dat? Dat je het ene verlengsnoer niet met het andere verlengsnoer moest verlengen. Oh. Vanwege dat het te warm werd of hoe noem je dat? Kortsluiting gevaar. Oh. Maar ik weet dus niet meer door wie en dus ook niet of dat geloofwaardig was. Ja, en of de verlengsnoeren inmiddels van betere kwaliteit zijn. Ja, ook. Dat zou ook nog... kan ik dat doen of wordt dat afgeraden? En het zou dan echt niet voor een kwartiertje zijn, maar voor... ik woon in een leuk, maar wat ouder huis. Maar dus met de stopcontacten op de meest voor nu onlogische plaatsen. Ja. Maar ik wil ook niet met boor en... en alles aan de gang om hier gaten in te boren en dat te verlengen en dat soort dingen. Dus verlengsnoeren zijn wat dat betreft heel erg handig. Maar is dat dan wenselijk? Ja, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Ja. En een andere vraag. Er is vorige week is er een waterkevertje naar André Kuipers vernoemd. ik kan er ook niks aan doen. Ja. Het was vakantie, dus ik zat een beetje onder een steen. Maar dit had ik toch niet willen missen. Ja. Nee, toch? Ja, maar een waterkevertje, weet je? Het is... Ja, hij schijnt ook toch een zeer minuscuul waterkevertje te zijn. Maar ja. Goed. Ja, sorry, wat was je vraag? Want nu heb ik vragen. Ja. Daar hebben we natuurlijk niks aan. Waterkevertje André Kuipers, ja? Ja, nou ja, iets met op zijn Latijn. En dat andere hebben ze er dan van afgelaten, maar wel Kuipers dus. En de naam, het Kuiperskevertje, ja.
Ja, dat zo zou je dat in het Nederlands waarschijnlijk noemen, ja. Maar in ieder geval, dat is omdat hij zich ook hard maakt, zeg maar, voor... hij heeft ook vanuit de hemel gezien dat de aarde er niet bijzonder florissant bij lag of goed uitzag. Als iemand dus niet die waterkevertjes kon zien, was hij het. Precies. Maar goed, ja. Maar, ja. En die heeft het dus ook over dat we beter met de aarde om moeten gaan en met het milieu moeten omgaan. En dat deed Wubbo Ockels ook. Deze vraag bedoel ik niet cynisch hoor, het is gewoon echt een oprechte vraag. Maar hoe verhoudt zich dan de ruimtevaart tot het schoner maken van de aarde? Want als je zo'n raketje in de lucht schiet, dat lijkt me niet... Ik weet dat ze het niet dagelijks doen hoor. Maar dat lijkt me toch dat dat behoorlijk wat schade ook aan het milieu aanbrengt. En ik heb geen flauw idee, hè, als zo'n raket dus om de, noem maar even, nou, rondcirkelt, laat ik het dan zo zeggen. Ja, is dat niet heel slecht voor het milieu? Ja, ik weet niet of er dan ook nog iets van gassen, of dat het dan op natuurkracht... Zijn er al elektrische raketten? Ja, precies, iets dergelijks, ja. Dus André, momentje nog, de raket is nog niet helemaal opgeladen. Ja. Precies, ja, hoe doen we dat, ja. Nee, maar dus ik heb geen flauw idee. En ze doen daar ook natuurlijk weer allerlei proeven. En misschien dat dan het aantal uitvindingen wat daaruit voortkomt. Ja, ik denk dat dat wel het verhaal is natuurlijk. Ja. Ja, het verhaal is of ook echt zo blijkt te zijn. Hè? Want ik bedoel, het verhaal zou ik ook wel vertellen als ik erin was. Maar ik bedoel het niet... Kunnen zijn, toch? Want zelfs als er... Stel nou dat een raket heel slecht voor het milieu is... maar je kunt alleen maar in de ruimte bepaalde proeven doen... die weer kunnen leiden tot enorme bezuinigingen op brandstoffen en zo. Ja, dat wil niet zeggen dat het ook lukt, natuurlijk. Nee, maar als er gewoon een behoorlijke waarschijnlijkheid in zit... kijk, de ene keer zal het wel uitkomen, de andere keer niet. Dat begrijp ik. Dat is... Zo werkt dat ook in de wereld, zo werkt dat in de wetenschap. Je gaat gewoon van een bepaalde veronderstelling uit. En ja, dan kan je twee kanten op natuurlijk. Of voor mijn part drie kanten. Maar dat begrijp ik. Maar inderdaad, ik ben gewoon een beetje benieuwd hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Ik durf echt niet André Kuipers wakker te bellen, maar ik weet dat hij wel eens luistert. Dus André, als je luistert, ik wil echt... Ja, ik heb de telefoon gehad en daarom dacht ik ook, ik moet echt om 2 uur bellen en niet ergens om 4 uur. Nee, oh, wat slim van jou. Ja, nou ja, André, als je nog wakker bent en je wil iets vertellen over het waterkevertje en natuurlijk de milieubestendigheid van de ruimtevaart, 0800-1121. We gaan het proberen, Mirjam. Namens mij bedankt. Ja, goeienacht nog, hè. Goeienacht. Joep, doeg. Remco. Goeienacht. Hallo. Hoi. Hoi, zeg het eens, Remco. Ik had een antwoord op de vraag van de verlengsnoer, hè. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Twee verlengsnoeren aan elkaar is geen probleem. Ik doe het zelf ook regelmatig. Ja. Wat je wel op moet letten met verlengsnoeren op een rol, ja, dat je hem helemaal afrolt. Want wat mevrouw zei over de kant op kortsluiting en zo, ja, dat is van gelijk als de snoer op zijn haspel, als je die opgerold laat zitten, dan kan de warmte niet weg. En dan heb je kans dat er kortsluiting ontstaat in de kabel. Dus op het moment dat je een haspel gebruikt, helemaal afrollen. Oh ja. Ja, daar staat me ook vaak iets van bij. En als je nou zeg maar zo'n stekkerdoos met zo'n snoer eraan gebruikt, hè? Ja. Hoeveel kun je er dan aan elkaar stekkeren? Dat ligt er ook puur aan wat voor apparaten dat je gaat gebruiken. Want er zit natuurlijk wel een maximale belasting op. Oh. Dus je moet natuurlijk wel eventjes kijken wat jouw stoppenkast aan kan. Kijk, want als jij een stekkerdoos met 5 contacten gebruikt en je doet bij wijze van spreken 5 wasmachines op laten draaien, dat zal niet gaan lukken. Oh! Nee, er zit een bepaalde maximale belasting op een stop. Oh, maar dat ligt niet aan die stekkerdoos, maar dat ligt aan de stop uiteindelijk. Dat ligt puur aan de stop. Oh. Kijk, want als jij 5 stekkers pakt en je laat 5 mobiele telefoons op, is geen enkel probleem. Oké. Okay. Nou, ga jij 5 zware machines tegelijk op 1 stop zetten, kan het zijn dat de stop eruit springt als overbelasting. Oké. Okay. Nou, ik ben helemaal bij.
Nou, dat hoop ik. Nou. Ja, ja. Nou, lekker gewerkt, Remco. Dank je wel. Kijk, geen dank. Goed, goeie nacht nog. Hetzelfde. Doeg. Yo, hoi. 0800-1121 voor antwoorden of een nieuwe vraag. Dat kan ook wel weer. Hilde. Ja. Hallo. Dan ben ik. Ja, zeg hallo. Het dus. Ja. Mijn dochter die heeft een hond. Jo. En die is loops. Oh. En nou vroegen wij ons af, waar zijn het alleen honden die bloed afscheiden als ze loopt zijn of kools of wat dan ook. Ik ken geen één ander dier die... ik hoor mijn eigen, geloof ik. Hé, ik hoor jou ook, maar ik snap wat je zegt. Ik hoor je ook dubbel. Oh. Sta ik op de speaker? Oké, ja. Staat de radio aan? Ja, maar ik heb nou uit. Ja, zie je veel beter. Oh, goed zo. Ja, maar ik heb er niet zoveel verstand van. Maar is het nee, als een hond, zoals jij zo mooi zegt, bloed ja. afscheidt... is het dan niet zo dat ze dat het haar tijd van de maand is... in plaats van dat ze loops is? Nou, honden zijn... vrouwtjeshonden zijn twee keer per jaar zijn ze loops. Oh. En dan, nou ja, dan hebben ze die afscheiding. Oh. Bloedafscheiding. Druppeltjes. Toestand. Ja. En, ja. En, de vraag is nu of dat zo ja. hoort. Ja, of dat alleen honden zijn die dat hebben. Want, ja, als je erover na gaat denken. Bedoel, paarden hebben dat niet. Poezen hebben het niet. Ze hebben misschien wel wat afscheiding, maar geen bloed. Ik snap ook niet zo goed wat dat met loopsheid te maken kan hebben. Ja, dat is alleen als ze loop zijn, hebben honden dat. Oh. Nou, 0800-1121, ja. oftewel help. We gaan het proberen, Hilde. Ja, oké. Dankjewel. Blijf ik hangen nu of kan ik ophangen? Ja, maar je moet wel je radio weer aanzetten. Ja, tuurlijk, ja. Want anders dan kun je de als er eventueel antwoorden komen, dan kun je ze niet horen als de radio dan uitstaat natuurlijk. Ja. Nee, dat is helemaal logisch, ja. Oké. Nou, dankjewel Hilde. Doei. Doeg. Bert, goeienacht. Ja, goedenacht Astrid. Hallo, zeg het eens Bert. Daar is hij weer, Zouderwets. Ja, ik heb weer een beetje werk, dus vandaar dat ik af en toe niet wel. Maar vanavond, ik ben toevallig vrij, dus vandaar. Kijk, en daar zijn we weer, ja. Ja, ik doe eerst even Harry Verstappen groeten. Die luistert geheid, dat weet ik zeker. Harry Verstappen? Dat is mijn buurman. Ja, dus je kunt eigenlijk door de muur horen dat hij me aan heeft staan. Nee, maar ik dat weet dan het niet. Altijd. Okay. Hi, Harry. Dat weet ik, dat weet ik. Goed. Ik heb een heel even, we zitten nou toch een beetje in het dierenrijk. Ik heb ook nog een interessante vraag. Drinken alle dieren water? Laten we de zoogdieren buiten kijken, want die drinken natuurlijk water. Maar zoals bijvoorbeeld een spin die in die kelder zit, waar je watermeter hebt zitten, die zwarte dingen met die lange poten. Waar haalt u die water vandaan? Bijvoorbeeld een bij of een wesp, die zit natuurlijk in een nest de hele tijd. Ik weet niet waar die hun water vandaan halen. Dat is mijn vraag eigenlijk. En ja, vissen die natuurlijk in het water leven, dat snap ik ook wel een beetje, maar... Er zijn volgens mij wel een paar dieren die geen water drinken. Ik zit even te denken, maar volgens mij... ieder levend wezen bestaat voor een deel uit water, dus er moet weer water in. Ja, maar zo'n koninginnenweps die dus dat nest moet verzorgen... die zit toch het hele jaar, het half, drie kwart jaar in de grond. Waar moet die water vandaan? Krijgt die dan geen water op een blaadje van sla? Of ik zou het bij God niet weten. Ja. Oké, okay, zijn er dieren die geen water drinken? Nou ja, eigenlijk, ja. Ik denk dat er toch een paar dieren die het niet doen. Een spin of zo. Spin drinkt toch wel, nou, het blijft toch wel eens een druppeltje aan zo'n web hangen? Ja, maar onder zo'n kelder. Die zwarte jongens die in de kelder hangen. Ik had er zo slecht tegen. Met de lange poten, weet je wel, die engers. Dat die geen water drinken. Dat ze gewoon ook eigenlijk helemaal niks nodig hebben. Dat ze alleen maar bestaan om angst aan te jagen. Ja, misschien kan iemand dat beantwoorden, ja. Ja, 0800-1121. We gaan het proberen. Werkzaamheid. Joe, dag Bert. Doeg. Dag. Andere Bert.
Hallo? Ja, met Bert. Hallo? Hallo, Bert? Ja? Met Astrid. Ik doe even de radio uit, hè? Ja. Doe rustig aan. We hebben nog 3:13. Zo, veel beter. Ben ik te horen eigenlijk? Wat? Ben ik te verstaan? Ja, gaat goed, Bert. Oké. Ja, ik ben wel eens een keer eerder met die dampkring, weet u wel, of weet ik wat. Nou, met die patjes, daar heb ik zo'n beetje naar gekeken nog. Maar die eten wat algjes en zo, algjes. Oh. En dan later gaat dat over in wormpjes. En ja, het vrouwtje legt aardig wat eitjes. Ja. En die wordt dan bevrucht door het mannetje. En ik heb wel gelezen dat die patjes die nemen, die vrouwtjes dragen op hun rug de mannetjes. Oh. Ja, maar dat zijn echt. Dus de vraag is, wat eten die beesten? Nou, maak je er maar geen zorgen over. Want die eten zoveel wat in de grond, algjes en. Nee, die redden zich goed. Oh, gelukkig, anders zouden ze er niet meer zijn natuurlijk, ja. Ja, maar die eitjes van die padjes dan, of die eitjes van die padden, is dat net zoiets als kikkerdril? Nou, ik heb een foto gezien, maar kleine puntjes zijn dat. Ja, een dus soort kikkerdril ook natuurlijk. Ik denk natuurlijk, het wel. Ja. Ik denk in die, dat het, kleine eitjes, ja. Of het verschilt misschien een beetje. Dan de ruimtespul van die raketten. Ja. Heb ik ook een antwoord op. Dat zit op enige duizenden kilometers hoog. Het kan in verschillende banen. Dat is schandalig. Hoe de aarde bedorven is, dat is zo ontzettend. Dat er werd in 2012 21.000 al dingetjes gevonden. Behoorlijke stukken en geregistreerd. Eerder waren er 7.000 geregistreerde brokken. 7.000 die om de aarde heen draaien. De baan is dan om de aarde heen, omdat alles gaat in een baan om de aarde. Ja. En dan van 1 tot 10 centimeter is al 500.000 stukjes die daar draaien. En dan nog kleiner, dan loopt het in de miljoenen splintertjes, kleine verfsplintertjes en allerlei andere dingen, met 8 kilometer per seconde. Dus het is levensgevaarlijk voor als je dat door je ruimtepak heen geschoten wordt. En dat is echt, het is zo erg dat ik heb wel meer een uitzending van gehoord over die ruimterotzooi, ruimterommel en ruimteafval. Het is echt schrikbarend. Maar zolang dat daar een beetje rondzweeft, ik bedoel, zolang in die ronde blijft gaan, komt het niet naar beneden. Dus wat maakt het uit? Ja, dat kan wel zijn, maar de uitstapjes die de ruimtevaarders doen ook, hè? Ja. Die stukjes kunnen gevaarlijk en die kunnen dus dodelijk aflopen. Hè? Ik wil alleen maar zeggen dat er enorme afvalberg om de aarde heen draait. Maar ik weet je, ik hoor altijd, daar zijn ze heel bezorgd over. Bert? Hoor. Pardon. Ik hoor altijd de klok een beetje luiden zonder dat ik weet waar de klepel hangt. Maar ze zeggen toch dat als dat schroot naar beneden komt, dat het dan verbrandt in de dampkring. Dus dan kan het toch helemaal geen kwaad. Ja, maar niet alles verbrandt. Het kunnen ook stukken die in zee vallen. Of op je hoofd. Het kan. Nee, het is niet netjes hoe we met de aarde omgaan. Het is juist niet op de aarde. Ja, maar ik heb daar een uitzending over gehoord.
dat voor de andere gewoon ruimtevaart, waar bijvoorbeeld er gaan een heleboel dingen die bijvoorbeeld je op je bepaalde hoe heet dat, in je auto, zo'n tomtom en zo. Ja. Er zijn ook vaste dingen die ook schade kunnen oplopen, hè? Door, door de botsingen. Oh, ja. En ook aan de lokale raketten met, dat las ik ook, dat raketten met zonnepanelen, ja, die getroffen worden door zo'n stukje. He, want het is als een kogel, sneller dan een kogel, schiet hij die door het ruimte in die baan. En dan is zo'n zonnepaneel kapot. En die valt ook in stuk. Dan krijg je, het hoopt zich zo vreselijk op dat het niet netjes is wat de mensen dit allemaal... ja, dat kan wel zijn dat er wat verbrandt. Natuurlijk verbrandt er wat. Maar niet alles. Oké. Okay. Niet alles hoor. Oké, okay, maar het ging. Dan is dit, los daarvan, is dit ook een stukje informatie naar de mensen toe. Maar de vraag was eigenlijk, ja, van Mirjam oorspronkelijk. Al die, weet ik veel, benzine, kerosine, wat voor spul het ook is, wat er nodig is om zo'n raket omhoog te schieten. Of dat niet schadelijk is. Kijk, alles wat de mens bezig is te doen, is uiteindelijk de ondergang van de planeet. Als de Heer niet in zou grijpen, dan is het 50, de geleerden zeggen 50, de ander zegt 100 jaar, maar dan is het, ja, zelf hou ik het ook, ja, ik hey, maar we kunnen wel uitgebreid het milieu gaan bespreken, maar het gaat nu net even om die ruimtevaart, want dat wilde Mirjam graag weten. Die weet hoe begaan André Kuipers met de aarde is. Die heeft dat natuurlijk kunnen bekijken van grote hoogte. Als die man aan het woord zou zijn, dan zou je hetzelfde verhaal horen, dat er enorm berg afval. Het loopt zelfs, hele kleine dingetjes lopen in de miljoenen. En geregistreerde brokken. Het kan dus verbranden, maar als het niet helemaal verbrandt, dan komt zo'n brok meestal in zee terecht. Maar als het op je dak valt, of dat gebeurt heel zelden. Maar het gevaar is aanwezig. Oké. Okay. Nou. Dus dan heb je daar, nou ja, dan dat heb is je een deuk in je auto. Ja. Dankjewel, Bert. Nou, een deuk in de auto, nee, dat schiet gewoon helemaal doorheen. Nou, dat hangt er vanaf, hè? Een deuk in de auto, dat komt met een rotgang naar beneden. Alsof er een kogel afgeschoten wordt. Oh ja. Nee, nou ja, dat is het eigenlijk. Er is een gevaar. Dat moet je toch niet te veel bagatelliseren. Omdat, dat in de ruimte, weet je wel. Zo is het ook met afval. Dat is even een klein zijsprongetje, hoor. Klein, even één. Ja. Paar seconden. Oh. Gooit maar een zee, weet je wel. Maar de aarde is. De Noordpool, die kan je al niet meer. Ik heb de laatste film opgenomen. Men is op alle fronten de aarde aan het ruïneren. Ja, nou ja, maar we daarover gaan hebben, dan zitten we hier om kwart over zes nog. Maar Bert, dank je wel in ieder geval voor je ruimteschrootduiding. Ja, daar hoort de ruimteschroot bij, ja. Dank je wel. Nou, dat was het dan. Dank je wel, Bert. Goeienacht. Ja, oké. Dag, dag. Niet vergeten de radio weer aanzetten. Ja. Jan? Ja? Hallo? Met Jan, ja. Jan. Dag. Dag, nachtzuster. Dag. Hallo. Hallo. Nachtzuster, ik heb geprobeerd om een lidcactus te stekken. Oh. En dat is mislukt. Oh jee. Ja. En een lidcactus is zo'n mooie plant. Ja. Die bloeit altijd. Nou, die bloeit altijd. Die bloeit zo mooi met tegen de kerst en...
Het soorten die met kerst bloeien en soorten die met Pasen bloeien. En de een is rood en de ander is lila, blauwachtig. Ja. Lila. Nou goed, nou heb ik dat geprobeerd. Ja. En dat lukt niet. Zou er iemand zijn die mij een goede tip kan geven? Maar de lidcactus wil niet bloeien, dat is het probleem. Nee. Oh, je wil een nieuwe lidcactus, je wil hem stekken. Ik wil hem stekken, ik wil een nieuwe lidcactus. Ja. Je wil een baby lidcactus. Ja. Het is maar hoe je het wil noemen natuurlijk. Ik ken de. Hoe schrijf je eigenlijk een lidcactus? Lima India Delta. Ja? Oh ja. Cactus. Oh ja. Ja, nee, mijn moeder die heet van haar meisjesnaam Lit, L-I-T-H. En die had dus altijd, kan ik me herinneren, lidcactussen. Maar dat is. Lit, alleen maar lid en niet de jeugd erachteraan. De jong? Nee, de jeugde. Er is een familie. Echt? Die heet Lid. Lid de jeugde. Nee. Wij komen gewoon van de arme tak. Ja. Oké. L-I-T-H. Tenminste, zo heette mijn opa. Ja. Ja, nee, dan ligt het voor de hand. Maar dat is een andere cactus. Ja. Daar ligt het voor de hand dat de dochter dus ook Lid heet. Ja, maar ja, toen ging ze trouwen. Ja, toen veranderde dat. Ja, in die tijd veranderde dat nog. Ja, ja. Ja, toen maar, nog. Maar ja, goed. Nee, maar ik weet nou even niet of ik aansla op de naam of op de cactus. Dus dat laten we maar even in het midden. Ja, ja, ik ken de plant als lidcactus. En het is een plant die heel vroeger... Ja. Heel populair was. En dan op een wanker, wiebelig tafeltje. Een bloementafeltje. En daar lag een gehaakt kleedje op. En daarop stond een pot waar die lidcactus in stond. Ja. En er kwamen heel veel bloemen aan. Ja. Maar die bloeit maar één keer in het jaar. Oké. Ja. En die moet dus gestekt worden. En daar heb je hulp bij nodig. Die moet gestekt en daar heb ik hulp bij nodig. 0800-1121. Ja, maar ik was nog niet helemaal... Als je nog niet klaar bent, Jan, moet je even wachten. Want het nieuws wacht voor niemand. Oké. Ja? Dan kom ik na de plaats straks bij je terug. Is goed. Niet bewegen. Ik wacht daar even. Nachtzuster, een programma van Max. Hans, goeienacht. Oh nee, ik was nog met Jan in gesprek. Die was nog helemaal niet klaar. Sorry Jan, zou ik je toch zomaar vergeten? Ja, en ik lig stokstijf in bed, zodat ik me niet heb bewogen. Ja, dat zei ik, hè? Zei ik dat? Ik herinner me niet dat ik dat zei, maar ik zeg het wel altijd tegen mensen. Niet bewegen, blijf waar je bent. Ja, sorry. Ja, dus ik lig stokstijf in bed. Mag ik daarin verandering aanbrengen? Ja, beweeg vooral. Ja, want dat wil je ook niet. Ja. Nee, een loopse hond, dat weet ik niet zoveel van, maar ik weet wel van reetsige geiten, tochtige koeien, want daar heb ik lang mee gewerkt, en hengstige paarden. Heet dat zo? En, ja. Ja. Anders zei ik het niet. Nou ja, dat is niet altijd waar, maar in dit geval dus wel. Ja, vertel. Ja. Ja, maar want de vraag is of er ook bloedverlies bij komt kijken. Het wordt steeds een raardere vraag, maar ze willen het graag weten. Ja, nou, alle, nou niet, zoogdieren hebben in de vruchtbare periode hebben afscheiding in die een slijmerige afscheiding en dat varieert wel eens wat van kleur en van samenstelling, denk ik. Maar dat is nog een keer inherent aan die vruchtbare periode. En zo zie je bij tochtige koeien dat die geslachtsorganen wat opzwellen en dan een
komt er een slijmerige vloeistof vrij waarvan de kleur wat onbestemd is. En bij paarden is dat idem dito, alleen plassen die veel vaker als ze hengstig zijn. Oh. Nou. Ja. Wat je al niet leert. Het komt bij zoogdieren. Een hond is ook een zoogdier. Dus bij zoogdieren in die vruchtbaarheidsperiode is het gewoon dat er een afscheiding is. Of dat bij honden dan in de vorm van een bloederige, dat weet ik niet. Nee. Nou ja, toch weer een klein stukje biologie op de late donderdagavond of de vroege vrijdagochtend. Ja. Ja, nou dankjewel. Graag gedaan. Fijn dat je er toch nog even was, Jan. En we gaan op zoek naar een stekmanier voor de cactus. Ja, dankjewel. Oké, doeg. Ja, doei. Hans, ja, sorry. Je zat al helemaal startklaar en toen ging ik weer. Maar Hans, goeienacht. Goeienacht. Hi, zeg het dus. Op de techneut, ik wou even nog een aanvulling doen op de verlengsnoeren. Ja. Ik heb veel mee te maken gehad met kamperen. Dat je overal verschillende amperages hebt op de stoppenkasten. Ja. Dat varieert van 6 ampère tot 10 of tot 16. Ja. Maar er is een heel makkelijke formule. Dat is de wet van Ohm. Dat is U is immer, dat is spanning. Dat is de amperage naar een weerstand. Dus als je thuis 16 ampère hebt op je stoppenkast en er zit 230 volt op, dan kun je het maar met elkaar vermenigvuldigen. En dan kun je ongeveer uitrekenen wat je maximaal aan een stop kunt betrekken. Dus dan meestal op de controle staat altijd de maximaal belasting. 1500, 2000. Maar het is net wat meneer zei, je kunt het beter helemaal uitrollen. Want door de inwendige weerstand wordt zo'n snoer wordt toch behoorlijk warm. Het gaat niet om dat je even een scheerapparaat aanzet of iets dergelijks. Maar er zijn campings die erop letten dat je de controle altijd helemaal uitrolt. En vooral met hoge temperaturen. Ja. En dat is een hele bekende wet. Nee, die waarschuwing hebben we net gekregen, inderdaad. Ja, en dat is een hele belangrijke gegeven. Dat wou ik als aanvulling. Nou, dus, dankjewel Hans. Ik ben kampeerder geweest en ik heb meestal een katrol van 40 meter, omdat vaak ook die stoppenkasten wat verder weg liggen. Maar het is gewoon de belasting. Dus als je een kookapparaatje aanhangt, ja, nou, dan moet je helemaal uitrollen. En dat wil ik even toevoegen. Ja? Ja. En had je nog een vraag, Hans? Ja, en dan weet je het, dan gaat het altijd over techniek. Ja, dan begrijp ik het nu al niet meer, maar dat geeft niet. Nee, maar er zijn dan wel mensen die wat precies dat betreft een technische opleiding hebben gehad. Ja. Kom maar, Hans. Nou, ja. Alle moderne auto's die zijn voorzien, en dan noem ik het de EGR-module. Oh. En dat schijnt iets met milieu te maken hebben. En ik denk dat de automonteurs die misschien luisteren daar wel een toevoeging aan kunnen geven. Het heeft met milieu te maken. En die kan dichtslippen en dan krijg je half vermogen van je motor. En dan moet die vervangen worden. Maar het schijnt met milieu te maken hebben. Dat is de EGR-module. Dus ik stel een vraag die denk ik nog nooit geteld is. Oh, maar dit is geen vraag, hè? Dit is alleen de mededeling dat de auto's een EGR-module hebben. Ja, nee, maar het gaat erom op wat doet zo'n apparaat. En je hoort vaak dat je daar problemen mee kunt krijgen. En dan sta je met vakantie met een auto die het niet goed trekt. Of, tenminste, dat heb ik wel eens gehoord. En dat is mijn vraag. Wat is een EGR in de auto? En het heeft met het milieu te maken. Maar is het niet een trucje van de automonteurs? Dat ze een EGR-module erin hebben gezet. Die kan af en toe verstopt raken. En dan moet je een nieuwe EGR-module erin laten zetten. Verder doet hij niks. Dat is een Europese verplichting. En zo zijn er meer Europese verplichtingen aan de automobielindustrie om bepaalde voorzieningen te treffen. Ja. En de nieuwe regel voor volgend jaar is bij nieuwe auto's dat ze een automatische melding hebben. Dus dat zit mij, ik heb pas een nieuwe auto gekocht. Dat is een ander aspect. Maar dan zitten we vanaf volgend jaar, is Europees verplicht, om als je een ongeluk krijgt, en je kunt zelf niet meer bellen, dat de auto als het ware een soort wifi-verbinding. Maar wacht even, hè, Hans, want dit is niet de EGR-module waar we het nu over hebben. Nee, we gaan niet de hele auto van voor naar achter doorspreken. Ik wil alleen maar zeggen, het is een moderne ontwikkeling. Ja. En ik word hem belaten. En er zijn meer mensen die willen bellen. Ja, precies. Dat noem ik EGR. En dan wou ik even aanvullen wat de stroom betreft. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Hoi. Doeg Hans. Hoi. Harry.
Ja, hallo. Hi. Hallo, ik had een antwoord op die mevrouw van de padden. Oh, kom maar door. Hoe padden, naar de eerste plaats, hoe ze zich voortplanten. Ja. Nou, dat is ook een soort kikkerdril, maar dan is het niet een grote bol, maar dan gewoon lange snoeren die in het water hangen. Oh. Een soort lange parelketting, zou ik maar zeggen. Oh ja. En dat, is dan, dat geldt dan voor de gewone bruine pad, want ja, je hebt heel veel paddensoorten en ze doen het allemaal soms weer net op een andere manier. Oh ja. Maar wacht, en, ik hoor dat jij paddendeskundig bent. Nou, een beetje, ja. Het is een hobby. Kikkers en salamanders. Het is mijn hobby, ja. Oké, kun je voor mij alsjeblieft vertellen wat nou het verschil is tussen een pad en een kikker? Dus niet in uiterlijk, maar is het een ander beest? Nou, het is natuurlijk wel verwant aan elkaar. Ja. Maar ze staan wel zo ver van elkaar dat je ze niet met elkaar kan kruisen, bijvoorbeeld. Oh, oké. Okay. Maar het soort zit wel, ja, in de hele taxonomie heb je zo'n onderverdelingen van orders, familiegroepen en zo. Ik weet dan niet precies waar ze bij elkaar horen. Maar samen met de salamanders horen ze wel in één groep. En ja, padden en kikkers, ja, ze wijken een beetje van elkaar af, zou ik maar zeggen. Maar, ja. Ze staan wel dicht bij elkaar, want dat zie je ook natuurlijk omdat ze er ongeveer hetzelfde uitzien. Precies, ja. Ja. Oké. Okay. Maar er zijn wel, ja, verschillen inderdaad ook. Ja. En hebben we dan in Nederland meer padden of meer kikkers? Qua soorten of qua aantal? Oh, qua aantal. Nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik vermoed kikkers. Ja. Ja. Want als je dan, ik rij altijd zo door de polder, zeg maar, bij Dronten daar. En dan zie je daar mensen dus die emmers met padden overzetten. Ja. En dan denk ik wel eens, er zijn dus in principe heel erg veel padden. Maar er zijn dus waarschijnlijk nog meer kikkers. Ja, dat durf ik eigenlijk geen uitspraak over te doen. Want ik heb ze zelf niet geteld. Maar nee. Ja, het probleem met die padden is dat die overwinteren ergens. Ja. Of die leven in een bepaald gebied. En dat gebied is niet per se vlakbij waar ze ook paren. Dus ze gaan elk jaar als ze uit winterslaap komen, ja, dan trekken ze naar een bepaalde sloot waar ze ooit geboren zijn. En daar gaan ze paren en dan gaan ze weer terug. Dus vandaar dat ze overgezet moeten worden. En kikkers hebben dat minder. Ja. Heel onpraktisch. Die blijven meer bij het gebied waar ze ook paren. Dus die maken niet van die lange trektochten. Vandaar dat die niet over de weg hoeven te worden gezet. Ja. Dus dat over de weg zetten, dat valt meer op door die padden. Maar ja, hoeveel er precies zijn in Nederland, dat kan ik van niet. Nee, nou ja, je gaat ze ook niet zitten tellen natuurlijk. Maar heb jij dan ook zo'n soort, dat heet geen aquarium, maar zo'n aquarium op je zolder? Aquarium. Ja. Oh. Mijn hele huis staat vol. En ontsnapt er wel eens wat? Nee, zelden. Oh. Nee. Ja, wij hadden zo'n overbuurman, die had dat allemaal op zolder. En er wilde wel eens wat kwijt zijn. Ja, ik heb heel vroeger wel eens een salamander of zo ontsnapt. Ja. Maar die houdt het niet lang uit in een kamer, dus die verdroogt dan en dan gaat hij dood. Ja. Oh. Dat is heel triest. Ja. Dat is ook weer. Maar dan het tweede gedeelte van het voer. Ja, wat eten ze? Kleine patjes? Ja, nou, ze eten gewoon ook insecten, maar dan hele kleine insecten. Maar heb je zulke kleine insecten? Ja, die heb je natuurlijk wel. Fruitvliegjes? Ja, precies, en nog kleiner. Wow. Je hebt ook springstaartjes. Dat zijn een soort hele primitieve insecten. Moet je maar eens een steen optillen. Nou. Een beetje waar het vochtig is. Ja. En onder die steen dan zie je dan hele kleine dingetjes wegspringen. En dat zijn springstaartjes. En die eten ze ook heel graag. Maar ze eten ook regenwormen, naaktslakken. Alles wat beweegt eigenlijk. En wat kleiner is dan ze zelf. Dus, en springstaartjes, bijten die? Nee, die zijn zo klein. Oh ja, dat zegt ook amper niks. Een millimeter groot. Okay. Nee, die zijn amper een millimeter groot, dus dat is, nee. Nou, bedankt voor de biologieles. Ja, graag gedaan. Goeienacht nog. Oké, dankjewel. Dag Harry. Dag. Hoi. Springstaartjes. Ernst? Dag Ernst. Ja, met Ernst. Goedenavond. Hoi Ernst, zeg het eens. Hoi, hoi. Ik had een toevoeging op Hans met die verlengsnoeren. Ja. Dat hangt af van je dikte, van je kabeltje. Mm. En of je een vaste contact hebt. Dus als je meerdere
meerdere stopcontact of meerdere verlengsnoeren aan elkaar wilt zetten, hè, moet je wel zorgen dat je een vast contact hebt. Dus het mannetje en het vrouwtje moet goed in elkaar passen en dat het goed aan elkaar opsluit. En het let aan het vermogen van je apparaat wat je gebruikt. Dus als je 1500 watt vermogen hebt aan je apparaat, dan kun je met een 0,7 mm kwadraat kabeltje kun je 35 meter verlengsnoer gebruiken op een 16 ampère zekering. Ik heb het allemaal gehoord, maar het lukte niet om het zeg maar ook daadwerkelijk op te slaan. Maar ik hoop dat Mirjam, die met de vraag kwam, dat wel heeft gedaan. Nou, hartstikke goed. Ja, hey, bedankt hè. Ja, mag ik nog een groeten doen aan mijn collega's? Ja, tuurlijk. Ja, nou, de groet aan Dutech Power. Jongens, werkt vanavond. Dutech Power? Ja, Dutech Power, dat is echt een topbedrijf waar we voor werken. Oh, ik dacht dat die zo heette, je collega. Ja. Nee, en collega's. Allemaal? Ja, allemaal, tuurlijk. Ik vergeet niemand. Dat zijn topgasten. Maar wat zijn die aan het doen dan nu? Wij werken aan de bovenleiding. De bovenleiding bij de trein? Van de tram en de trein, inderdaad, oh, ja. Oké, okay, het moet het s'nachts ook gewoon doen natuurlijk. Daar doen wij het onderhoud aan. Oké, okay. Nou, de groetjes allemaal en doe voorzichtig, hè, Ernst? Ja, dankjewel, hè. Doeg, hoi. Doeg. Thijs. Hallo, hier spreek ik met Thijs. Hallo, Thijs. Je probeerde, je hebt heel handig via Facebook eventjes te laten horen dat je contact zocht. Ja, het gekke is, soms is het heel druk en soms is het heel rustig. En het was nu even heel druk, maar we hebben je gevonden. Vertel eens, Thijs. Gelukkig. Ja, ik wilde even verder gaan met de biologieles waar we net geëindigd waren. Ja. Ja, ik wilde op Bert 1 een antwoord proberen te geven. Die vroeg of er dus ook dieren waren die geen water dronken, maar toch konden leven. Ja. Ja, nou kan ik me wat insecten die herinneren die via aparte haartjes op hun lichaam dauwdruppeltjes vasthouden. Maar wat nog veel interessanter is, is namelijk het bergduiveltje. En het bergduiveltje is een soort hagedisje en die leeft in de woestijn in Australië, geloof ik, ergens. En die kan niet drinken met zijn bek, want die is zo, die eet termieten en die eet mieren. En die kan via zijn bek geen water tot zich nemen. En onderzoekers hebben volgens mij onderzocht dat hij via kleine buisjes in zijn huid, de bovenkant, als het ware vochtig zand op zich gooit, waardoor dan toch water op de een of andere manier zijn lichaam binnentreedt. En dus hij drinkt geen water, maar kan wel leven zonder dat hij water drinkt. En waarom weet jij dit, Thijs? Ik ben de zoon van mijn vader. Joh. En mijn vader die zit in de plantjes en in de hagedisjes. En ik heb die hobby, want ik zit ook een beetje in de bromelia's en de tilantia's en in de plantjes gewoon. En daarom wilde ik dadelijk ook nog even verder gaan met die litcactus van die ene meneer. Ja, maar goed, maar jij verdiept je dus in de flora en dan pik je af en toe een stukje fauna mee en dan kom je zo'n bergduiveltje tegen. Nou ja, ik heb hem zelf nooit gezien, maar ik weet wel dat het een heel apart uitziend wezentje is met rare steeks. Het lijkt al alsof je een aparte tumor op zijn hele lichaam heeft. Het is niet echt een mooi, het is wel een mooi beestje eigenlijk zo. Hij is mooi van lelijkheid. Ja, zo kun je het zeggen. En dus heel apart, omdat hij via rare buisjes water tot zich kan nemen. Wat geen enkel ander dier volgens mijn weten echt kan. Hij bestaat gewoon echt. Ja, is het hem? Ja, ik heb een soort zesde zintuig voor als mensen onzin uitslaan. En dat raakte nu even in de war. Want ik dacht van ja, je klinkt namelijk heel verstandig. Maar het is wel een vergezocht verhaal, maar hij bestaat echt. Ja, hij is heel mooi. Het is gewoon een draakje. Is het wel mooi? Het is een mini-draakje. Ja, is het een... Nee, maar serieus. Okay. Het is hoe je een draak voorstelt. Maar dan in de vorm van een heel klein salamandertje met van die puntjes. Ja. Een hagedisje neem ik aan. Want maar waarom kan hij niet... Hij heeft toch een snuitje? Waarom kan hij daar niet gewoon mee drinken? Ja, ik denk dus dat het te maken heeft met de stand van zijn mond en dat hij in zo'n droog klimaat leeft dat hij uitsluitend termieten en mieren eet. Dat Naakt. Is althans wat het met mij bijstaat en dat hij daardoor geen water kan drinken.
En hij leeft in de woestijn waar sowieso weinig water te vinden is. Wauw. Hij is echt heel mooi. Goed, we beginnen de Bergduiveltjes fanclub. Met mij als enige lid waarschijnlijk. Maar we gaan een overleden gesproken gaan we door met de lidcactus. Ja. Ja, precies. Want de lidcactus is een plant die ook bij mijn oma inderdaad op het vensterbankje staat. En het typeert zich eigenlijk als een grote bos met platte bladeren, wil ik haast zeggen. Die zo nu en dan oranje, roze bloemen, zeg maar, heeft. En ik weet eigenlijk dat het best wel makkelijk is om die cactus volgens mij te stekken eigenlijk als het ware. En hij heeft het ook al geprobeerd, zei hij. Ja. Maar cactussen zijn planten die niet heel erg van water houden. Hè? Je moet ze ook eigenlijk verwaarlozen, dan doen ze het eigenlijk het best. Hè? Ja, dan gaan ze bloeien. Ja. Ja, dat is mooi. Maar bij de lidcactus kan ik die meneer dan adviseren om een van de zijtakken of die platte bladeren eigenlijk eraf te halen. En proberen het zand er een beetje af te halen en een heel klein stukje wortel mee te pakken. En dan kun je een reageerbuisje ongeveer met de helft of driekwart vullen met water. En dat alleen het worteltje even in het water laten zakken. Dus dat hij via dat worteltje wel wat water tot zich kan nemen, totdat het worteltje zich een beetje gaat uitbreiden. En dat kan best wel snel gaan, maar cactussen staan niet echt bekend om de snelle groei. Dus je moet ook wat geduld hebben met cactussen stekken. Oh, dat was de punt. Ja. Ja, dus ja, precies. Ja. Dus ik zou hem dus in een reageerbuisje doen en het worteltje in het water proberen te hangen. Totdat het worteltje wat groter wordt. En hem dan pas in rijke grond doen. En ik zou hem niet bemesten, want dan vinden cactussen niet zo leuk. Oké, dan nog even een vraag over het bergduiveltje. Ja. Want oorspronkelijk was de vraag, zijn er dieren die geen water nodig hebben? Maar het bergduiveltje is dus juist die loopt met zand te jong leren, omdat hij er wel water uit wil halen. Ja, dan heb ik dus geen antwoord op die vraag. Nee, maar ik had hem niet willen missen. Dus dank je wel daarvoor, Thijs. Oké, super bedankt voor het aanhoren van het interessante verhaal. Goeiedag nog. Welterusten. Hoi. Dick. Dick? Ja, hallo. Je hebt je radio nog aanstaan, Dick. Ja, ik zet hem net uit. Ja. Het doet altijd een beetje pijn als mensen dat zeggen, maar je zet hem zo weer aan, hè? Ja. Ja. Hey, ik heb een vraagje over auto's, nieuwe auto's in Nederland die je kunt kopen. En dan met name sportwagens. Hier bijvoorbeeld een Jaguar F-type, die kost hier rond 120.000 euro. En kijk je naar de oostenburen, Duitsland, dan betaal je de helft. En ik had zoiets van, Europese regelgeving, waarom niet overal hetzelfde? Ik ben nog even sprakeloos van dat een Jaguar 120.000 euro kost. Ja, ach ja, ja. Ja. Dat maakt het uit, hè? Als je het hebt, dan, ja. Als je hem eenmaal hebt, dan heb je hem al kunnen kopen. Maar wie koopt er nou een auto van 120.000 euro? Ja, hij dat geld heeft, maakt het uit, zou ik zeggen. Ja. Ja. Ja, oké. Maar goed, dat is helemaal niet de vraag. De vraag is waarom die dingen in Nederland twee keer zo duur zijn als in Duitsland. Ja, precies. Kijk, ik snap die BPM wel, maar ik bedoel van, waarom in Duitsland dan geen BPM? Want dan, even denken, maar moet je dan niet op het moment dat je hem in Nederland invoert weer bijbetalen? Ja, als je hem nieuw in Duitsland zou kopen, dan moet je eigenlijk een adres in Duitsland hebben. Oh, wacht even, dan nemen we dit helemaal door, hoe je dat doet. Ja, ja. Nou ja, goed, ik noem maar wat. Als je in Nederland zo'n Jaguar koopt van 120.000 euro, ik geloof dat het goedkoopste type is. Ja. In Duitsland 60, nou dan koop je in Duitsland nog een huisje van 60. In Duitsland wonen. Ja, of gewoon een heel klein vakantiehuisteentje. Dat is dan dat kun je op wat een goed idee.
Ja, net over de grens. Hè. Ik moet het even duidelijk voor mezelf opschrijven, dat ik het morgen nog weet. Ja. Maar geldt dit ook als je een Subaru van 6.000 euro koopt? Dat die in Duitsland 3.000 is? Auto's die wat zijn. Nieuw, hè? Nieuw. Met, ja. Nieuw. Maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld een, noem eens wat, een... Ik neem aan een Volkswagen Polo of zo, dat in Nederland net zoveel kost als in Duitsland. Oh. Het heeft met milieu te maken. Die sportwagens die hebben natuurlijk veel CO2-uitstoot. En dan worden ze in Nederland extra belast. Maar waarom in Duitsland dan niet, weet je wel? Van, ik heb zoiets van... je hebt aan de grens heb je een aantal steden, stadjes. Ja. De lopen straten, de ene helft woont in Duitsland en de andere helft woont in Nederland. Ze kijken elkaar aan. En de een betaalt voor diezelfde auto gewoon een keer zoveel. Ja. Terwijl je in dezelfde straat woont. Ja, dit zijn mooie voorbeelden. Ja, ik zeg 0800-1121, want ik heb echt geen flauw idee. Maar als iemand het wel weet, dan horen we het natuurlijk heel graag. Oké, goed dan. Hé, dankjewel hè. Jo, hoi. Doeg. Ja, want ik wil natuurlijk weten of hij hem in Duitsland moet gaan kopen. Dus als iemand het weet, laat het even weten. Hakkie? Hallo? Hi, Astrid, hè? Hoi, heet je Hakkie? Ja. Oké, hoi Hakkie. Ja, hey, ik heb een vraagje, hè? Ja. Een hele simpele, kleine vraag. Er is zo'n gezegde, dat zeggen ze van... ik weet niet precies hoe het gaat, maar... Iemand heeft een grote mond, maar hij heeft maar een klein hartje. Ja. En daar wordt dan mee bedoeld van hij is wel een goed iemand, toch? Ja. Ja. Maar waarom? Dat kleine hartje zit mij dwars. Want iemand met een klein hartje lijkt mij dat hij geen goed iemand is. Dus ik snap de gezegde niet echt goed. Oh nee, want iemand met een groot hart is juist... Ja, is juist een goed iemand, lijkt mij. Ja. Maar dat gezegd is... Ja, hij is bijvoorbeeld een grote bek, maar hij heeft een klein hartje. Dus, dat snap ik niet. Ja. Nee, dat is inderdaad eigenlijk heel raar. Ja. Nou, je hebt gewoon gelijk. Ik zeg 0800-1121. En dan, als iemand even de etymologie van het spreekwoord op wil zoeken... dan houden we ons van harte aanbevolen. Of als iemand het gewoon weet, dat is ook altijd fijn. Ja, tof. Ja. Hey, goeie vraag, Hakkie. Dank je wel. Yo, doei, jij ook. Hoi, Desiree. Ja, goeienacht, zuster. Hallo. Ik heb een vraag en een reactie. Zal ik eerst de vraag stellen? Ja, is goed. Bij de laatste verkiezingen, toen de uitslagen binnenkwamen... hoorde ik voor het eerst dat men bijvoorbeeld zei 48 procentpunt... Of 52% punt. Ja. En daarvoor was altijd 48%. Of 48,3% of wat dan ook. Ja. Ik kan die punten niet verklaren. Waarom ze dat er opeens achter zetten? Achter zeggen eigenlijk. Ja. Ja, maar het is niet... ik moet echt heel erg... terug naar vroeger, naar de wiskundelessen. Of eigenlijk volgens mij zelfs de rekenlessen. Ja. Maar volgens mij is... Stel je hebt 30... Nou, stel je hebt 40% van de mensen eet graag fruit. En 30% van de mensen eet dan het liefst een appel... dan is er tussen een verschil van 10 procentpunten. Nee. Oh. Als 40% liefst fruit eet... Ja. En 30% daarvan een appel... dan eet 70% daarvan liever geen appel. Ja. Ook. Toch? Ja. Ja, maar het een sluit het ander niet uit. Maar volgens mij is een procentpunt is gewoon eigenlijk hetzelfde als een procent. Maar je zegt dus van zoveel procent eet graag een appel.
En dat is 3 procentpunten meer dan het aantal, dan het procent van de mensen dat het liefst een banaan eet. Ja, maar zo werd het niet gebracht. Ja, dan hebben ze het, anders gebruikt. Zijn ze het anders gaan gebruiken? Het was echt bijvoorbeeld, 29 procentpunt CDA. Echt? En zo werd het gebruikt. En daarom snapte ik het ook niet. Nee. 0800-1121. Er is vast iemand die dat ook heeft uitgesnord. Die dacht, dat is te raar. Ja, we gaan het proberen. En ik heb nog een reactie, maar ik ben later in het programma ingevallen. Ja. Ik hoorde iets over katten met natte neuzen. Ja. Dat was de vraag. Nou ja, waarom katten natte neuzen hebben? Nou, ik weet niet, ik weet überhaupt niet of dat waar is. Oh. Want ik heb 3 katten. Hebben ze geen natte neuzen? Nee hoor, helemaal niet. Maar dan moet je met ze naar de dierenarts, want ze zeggen altijd als die neusjes niet nattig zijn, dat ze niet goed zijn. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. En ze zijn kerngezond. Oh, dat is een goed teken. Ik weet het wel van honden. Dat honden natte neus moeten hebben. Maar ik heb er wel een aanvulling op over neuzen. Wat veel mensen niet weten, denk ik. Dat katten niet alleen met hun neus ruiken, maar ook met hun gehemelte. In het gehemelte van een kat zit een soort reukorgaan. Oh. Als je een kat dus ook met een bekje open eventjes ziet zitten, dan is die aan het ruiken. Oh. Ik probeer het voor me te zien en ik probeer nu te ruiken met mijn gehemelte, want het lukt niet. Nee, maar je bent toch geen kat, hè? Nee, nou, daar verschillende meningen over. Maar dat is... Oké. Nou, het is een stukje aanvulling. En het is nu dan de vraag of katten wel een natte neus. Maar mijn katten hebben in ieder geval wel een vochtig neusje. Nee, de mijne dus niet. Net even... kerngezond. Waar is dat van gemaakt dan, dat neusje? Want het is wel een ander spul dan de rest van het huidje. Ja, dat moet je mij niet vragen. Het lijkt meer leer, een beetje vochtig leer. Ja. Nou ja, we houden de kattenneuzen er nog even in. 0800-1121. Dankjewel, Desiree. Graag gedaan. Goeienacht. Dag. Hoi. Marjan. Ja, hier ben ik. Hallo. Ik heb een vraag over krijt voor de rabarber. Daar ben ik voor naar op zoek. Krijt? Calciumcarbonaat. En dat bindt het zuur in de rabarber. Hoef je er veel minder suiker in te doen. En dat kon ik altijd kopen bij een apotheek, maar die mogen het niet meer losleveren. En nou zoek ik dus een alternatief. Bij een drogist heb je wel calciumbruistabletten of zo, maar daar zit altijd allerlei andere toevoegingen in. En dan is mijn vraag, wat is nou het goede alternatief voor krijt in de rabarber als je dat niet meer gewoon los kan kopen? Ik ga nu even terug in de tijd dat ik een keer een bananentaart ging bakken uit een boek. Ik ben niet zo handig in de keuken, maar ik ging een bananentaart. En dat andere woord dat jij gebruikte moest daarin. Je hebt krijt wat calciumcarbonaat is. Calciumcarbonaat, dat was het. Ja. En kan ook in de spinazie bijvoorbeeld om het zuur te binden. Maar vooral in de barbe, anders moet je daar heel veel suiker in doen. Maar dan trekt het minder kalk aan je botten. Maar ik weet toen dat we naar de taartenwinkel zijn gegaan. Die hebben we dan in Kampen, een echte taartenwinkel. En die hadden het niet. En die zeiden, je kunt wel bij een bakker gaan vragen of je een beetje mag hebben. Toen gingen we naar de bakker. Die zei, ik heb dat hier niet. Dus blijkbaar bakte die daar nooit iets waar dat in moest. En toen, ik weet niet meer hoe we het opgelost hebben. En toen vertelde ik dat later aan mijn broer. Dit is echt een ontzettend spannend verhaal. Maar die heeft... Iets scheikundigs gestudeerd. En die begon heel hard te lachen, want die zei, ja, maar calciumcarbonaat, dat is gewoon... Maar ik weet nou niet meer wat het nou was. Krijt. Nee, je kunt dat gewoon vrij makkelijk krijgen, maar dan heet het anders. Ja, en wat zou dat nou zijn? Ja, maar er zijn mensen die dat weten, zoals mijn broer die dat nu slaapt. Die mag ik niet wakker bellen, dat weet ik met zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid. Maar dit calciumcarbonaat, oh, wat was het nou? Want het zit ook in bruisballen. Bruisballen? Ja, bruisbal die je in het bad gooit en dan gaat hij... Dat is hetzelfde spul.
Ja, ja, en dat kan je ook gewoon in het eten stoppen. Nee, je moet niet bruisballen in het eten gaan brokkelen. Ook. Nee, maar Er zit het wel in meer spullen natuurlijk, maar... Ik vind het zo irritant, want je kunt gewoon naar de winkel en dan koop je dat. Maar ik weet niet meer wat het was. Nee, maar zoals ik bij de drogist, dan zit er altijd of magnesium bij... of grapefruitsmaak aan of citroensmaak. Ja, dat wil je allemaal niet in de rabarber. Nee, je wil gewoon... Oké, jij gewoon noemt het dat kruid. Ja. Waar kun je het krijgen? Dat kalkbindt. Oh, wat irritant dat ik het nou niet meer weet. Dat weet vast wel. Ja, iemand weet het. Als mijn broer het weet, weet eigenlijk iedereen het. 0800-1121. Als iemand het even door kan geven, houden we ons aanbevolen. Marjan en ik. We gaan op zoek, Marjan. Nou, mooi. Ik hoop het nog te horen. Goed, dankjewel voor de vraag. Fijn zo, hartelijk dank. Hoi. Ja. En het is altijd heel grappig. We moeten altijd met mijn linkerhand iets opzoeken... als ik met mijn rechterhand nog aan het praten ben. En als je zegt rabarber, dan moet ik altijd denken aan... Wacht even hoor. Ik laat het horen, dan weet je meteen wat ik bedoel. Nee hoor. Oh, wacht even. Ik moet het natuurlijk goed schrijven. Komt ook een beetje natuurlijk door die bananentaart van mij. Ja, daar is die. Dit vind ik een heel mooi liedje. Dit vind ik ook een heel mooi liedje. Oh, dan moet ik kiezen. Nou ja, ik kies deze wel. Ja. 0800-1121. Luister ondertussen naar Bananarama. Leuk vind ik dat. Robert De Niro's Waiting. Gerard, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Je spreekt met Gerard. Hi. Ik heb een tijd geleden heb ik van een vriend van mij een pot met honing gekregen. Ja. En ik dacht van de week, ik zal eens wat mee doen. Oh. En die honing is kei en kei en keihard. Oh. Kan niet eens met een mes meer in. Weet iemand hoe je dat weer zacht krijgt? Heb je al geprobeerd om het warm te maken? Nee, ik durf het niet in de magnetron te zetten. Nee, die pot niet, hè? Maar je kunt hem wel in een pannetje warm water zetten. In een pannetje warm water? Oh, dat zou ik kunnen proberen. Maar dan heb je misschien wel dat je dan de hele pot meteen op moet gebruiken. Ja, precies. Dat is natuurlijk zonde. Want als hij dan open gaat, dan loopt al die honing... Want het is een pot vol en dan loopt al die honing in het water. Ja, nee, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar het is ook... ik weet niet of je het warm kunt maken en dan weer gewoon weg kunt zetten. Dus daar heb je een punt. Dat is een vraag. Ja. Is het ook versuikerd? Dat weet je niet. Ja, het is zo hard dat je niet weet of het versuikerd is. Nee, ik denk dat het helemaal versuikerd is. Hoe lang had je het al staan, Gerard? Nou, ik denk iets van een jaar of zo. Oh, oké. Okay. Ja, dat kan. Ik weet niet hoe groot jouw voorraadkast is. Er staat wel een etiket op en er staat op lindenbloesem honing of zo. Oh ja, ja. Oké, zet ik er even bij hoor. Want ik krijg nu natuurlijk mensen die zeggen... wat is het voor honing? Welke bijen hebben het gemaakt? Welke regio komt het uit? Maar goed. Het is van een imker die in Amsterdam woont. Ja. Leuk. Ja, dan moet je nog niet weggooien. Ik zeg 0800-1121. Kijken of iemand ons daarmee kan helpen met de honingvraag, Gerard. We gaan het proberen. Oké, dankjewel. Goed, hoi. Doeg. Doeg. Marja. Ja, hallo Astrid. Dag Marja. Luister, ik heb een vraag of een antwoord op dat calciumcarbonaat. Ja. Dat is gewoon baking soda. Ja, zo'n zakje. Nou ja, een zakje. Ja. Of een pakje. Maar het is gewoon baking soda. Ja. En die kan je in bijna elke supermarkt kopen. Maar kan je dat ook in de rabarber gooien? Ja, volgens mij wel. Want dat kan je voor zoveel dingen gebruiken. En maar ik zou niet te veel, want het is niet zoet, hè? Nee, maar het is juist... Het zal dus het zure iets wegnemen. Ja, daar was het voor bedoeld. Ja, ja, nou, het is gewoon baking soda. Ja, en dat in de supermarkt... ligt dat? En dat vond ik dan zo gek. Dan heet het baking... Nee, we hebben ook bakpoeder. Je hebt ook bakpoeder, maar dat zijn zakjes. Oh jee. Oh, dus dat is het nee, niet. Nee, het is niet oh jee. Niet bang worden. Nou. Ja, nou, ik ben dan bang dat mensen nu al zo'n zakje baking bakpoeder in de rabarber staan te gooien. Moet je luisteren. Dat zal ook geen kwaad kunnen.
Maar ik bedoel, de baking soda, dat is dus echt dus die calciumcarbonaat. Nou, dat kijk eens. Hé, fijn. Nou, Marjan, hoppakee. Ik heb ook nog een andere uitsluitsel over de honing. Ja. De honing in de magnetron op laag volume, maar wel de deksel losdraaien. En dan kan je hem rustig smelten en je kan hem gewoon weer gebruiken en laten staan. En eventueel als hij dan weer hard wordt, kan je hem ook weer gewoon smelten. Hè, wat een geruststellingen allemaal achter elkaar. Wat zegt je? Wat een geruststellingen geef je. Ja, ja. Nou... Dankjewel. En dat helemaal uit Zuid-Limburg. Hier zo, ja. Dus maar goed dat we een lijntje nog hebben. Dankjewel, Marja. Alsjeblieft. Doei, goeienacht. Prettige voortzetting van de uitzending. Dankjewel, jij ook. Hoi. Yilmaz. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Yilmaz. Hallo. Deels uitsluitsel over het JFK-dossier. Ja. Ik ga de man teleurstellen. Oh. Ze zijn maar deels vrijgegeven en het zal je waarschijnlijk niet zo heel erg verrassen. Dat zijn juist ook weer de delen waar niet zo heel veel in staat. Ja, zie je, dus wat we eigenlijk al wel wisten. Ja. Maar, maar is er dan nergens, want heb ik natuurlijk weer niet opgelet, maar is er nergens een samenvatting dan van de delen die wel zijn vrijgegeven verschenen? Nou ja, kijk, dat was natuurlijk al een iets waar Rijkhals wat naar uit had gekeken. Ja. President Trump die beloofde natuurlijk... Ja, die zei, we mogen nu alles lezen. Ik ben nu de baas van de wereld, we mogen nu alles lezen. Ja. Ja, maar hij heeft even met één ding even geen rekening gehouden en dat zijn de belangen. Oh. Kijk, hoe JFK onder leven is gebracht, dat is natuurlijk het grote vraagstuk. Ja. En, nou ja, kijk, komt het uit de maffia, wat eerst werd gezocht, dan werd het natuurlijk een misdadig geheel. Komt het vanuit Cuba, nou, dan was er al lang militair ingrijpen geweest, ondanks de missilcrisis. Want ja, als een land een president van Amerika gewoon vermoord, ja, dan zijn de poppen toch wel aan het dansen. Dus wat zal het dan zijn? Ja, er zijn natuurlijk wel degelijk bepaalde conflicten voor minder gestart. Nou, dat kun je wel zeggen. Begrijp ik nou goed dat er nog wel wat aankomt? Of wordt er nog getwijfeld? Ik denk dat dat een gesloten kluis blijft. Oh. Want ik denk datgene wat naar buiten komt, dat wordt dan zo'n beerput. Ik denk dat wij dat in onze tijd niet meer gaan meemaken. Ik geloof daar niet zo in. Want ik denk dat als... Stel dat het bekend wordt, even een beetje conspiracy theory-achtige sensatie. Ja. Om het spannend te maken. Doe maar. Stel dat het een eigen agentschap is geweest, een CIA of een FBI. Ja. Hoe zou dat overkomen, internationaal gezien, dat ze hun eigen president vermoorden? Ja, maar hoe kun je nou verantwoorden dat je zegt van, nou ja, we hebben dossiers, die worden na, het was begin jaren 60, dus dat wordt na, ik kan niet rekenen, maar na zoveel jaar wordt het vrijgegeven en we gaan het niet vrijgeven, want het is zo erg dat we het niet vrij kunnen geven. Dat kan toch ook niet? Ja, maar de mensheid is in onze slechtheid natuurlijk zodanig dat heel veel mensen de waarheid niet eens kunnen accepteren. En dan komt er waarschijnlijk, ik kijk te veel van die films, maar dan komt er waarschijnlijk op een gegeven moment een ontploffing waarbij die dossiers per ongeluk net lagen opgeslagen. Kijk, zo'n agentschap, zo'n CIA of FBI of NSA, ja, dat is natuurlijk wel een publiekelijk, dat heeft een publiekelijke functie. En op het moment dat het grote publiek die functionarissen niet meer gaat vertrouwen, wat ga je dan krijgen? Ja, maar je vertrouwt het toch ook niet als je niet weet wat... Dat was toch veel erger? Ja, je weet het natuurlijk dan nooit zeker. Wat de mens niet weet, hè? Dat deert niet. Laten we daar maar op houden. Nou, bedankt Yilmaz. In ieder geval. Is goed. Voor een stukje onthulling hier. Is goed. Goeienacht nog. Hoi, hoi. Hoi. Aaron.
Ja, goeiedag, nachtzuster. Hallo, Aaron. Ik heb een antwoord en een klein vraag. De antwoord is van die kat. Ja, de natte neuzen van de katten. Ja, maar die kat die ruikt inderdaad via zijn verhemelte. Ja. Ja, dat is, hij ruikt niet met zijn neus. Nee, maar de vraag is waarom die een natte neus heeft. Oh, daarover gaat het. Over het natte neus. Ja. Oh. Ik dacht dat het ging over het... gehemelte. Ja, want daar, van daaruit ruikt, ja. Oh ja. Maar ja, oké, dan heb ik het verkeerd bewegd. Wat ik wou vragen, want ik vind dat nummer zo'n mooi nummer wanneer je het programma begint. Is dat speciaal voor uw programma dat ze dat nummer geschreven hebben? Of is het, heeft het gewoon uit jouw programma gehaald? Dus, Nachtzuster, van Doe Maar. Ja, het is zo mooi. Maar ik wou weten als het speciaal voor uw programma is gemaakt. Ja, nee, zo voelt het wel. Maar dat is het knappe van dat liedje. Dat het eigenlijk al heel lang bestond, maar dat het toch heel, heel persoonlijk voelt. Ja, dus het komt echt goed uit in je programma. Hè? Vind ik ook. Dit nacht is een goede benaming. Vind ik ook. Ik geniet van je programma, echt wel. Nou, fijn, Aaron. Maar ik heb het verkeerd begrepen. Dan. Het geeft helemaal niet. Ook nee. Nou, ik blijf luisteren, want het, ik geniet uit van je programma. Nou, dank je wel, Aaron. Ja, bedankt hoor voor het... begrepen van dat ik het nou, leuk dat je er even was. Oké. Doeg! Ja. 0800-1121. Als je wel weet waarom katten een natte neus hebben. En dan had ik net eventjes met iemand anders een discussie daarover. Want die heeft ook katten die helemaal geen natte neus hebben. Dus laten we zeggen een vochtig neusje, de katten. Waarom is dat? 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max. Marco. Dag Astrid, goedenavond. Hallo Marco. Ik heb een vraag en die ligt een beetje in de trend van de rode draad in jouw verhaal over vochtige neuzen, of natte neuzen, vochtige afscheiding. Alles met water, ja. Ja, en ik heb ook een vraag over water. Nou. En ik schiep het er binnen, vissen drinken die soms water? Ja, nou ja, dat is natuurlijk... ik weet niet of je het drinken kunt noemen... maar vissen die worden eigenlijk voortdurend doorgespoeld, hè? Ja, ja, maar drinken ze ook daadwerkelijk. Dat is, in één keer schiet dat binnen, maar... Nou, maar, ik weet niet of je wel eens een vis in de pan hebt gelegd... maar daar zit wel vocht in. Ja, nee, ja. En ze happen dan ook, ja. Ze kunnen niet zonder water. Dat is één ding wat ik echt zeker weet. Ja. Nee, daarom. Mijn vraag is over water, over drinkwater en kraan. Ik ben chauffeur en ik kom uit Brussel. En ik had een flesje drinkwater, wilde ik even vullen. En dan had ik een beetje oud loesje in de industrieterrein. Dan zat er een waterkraan buiten aan de muur en een roestige kraan. En daar tap je dan water uit. Oh. Maar wie zegt me inderdaad of dat water wel goed is? En hoe die leidingen eigenlijk van binnen eruit zien? En iedereen... Ja, tap maar water overal en vandaan. En in Nederland zal het best goed geregeld zijn. Maar hoe zit het in andere landen? En hoe weet ik nu of het drinkwater goed is? Maar ook in Nederland, hè, je doet de kraan open en je drinkt het gewoon op. Maar die leidingen kunnen soms 40 jaar oud zijn of zo. En zit er geen roest in of komt er niks van allerlei troep mee vanuit de binnenleidingen, zeg maar. Maar dat proef je toch? Ja. Ja, ik weet niet of je alle schadelijke dingen proeft, maar... Nee, dat is wel waar. Maar ja, is er daar een controle op? Of hoe weet iemand wat eruit komt? Of het intern ook goed gezuiverd is, of allemaal schoon is? Het schoot in één keer te binnen toen ik dat flesje vulde. En ik heb het nog niet gedronken, dus... is misschien ook wel zo verstandig, want ik weet nou niet of mensen zomaar uit een roestige kraan op een achterafterrein in ergens een beetje water moeten gaan drinken. Ja. Daarom. Dus. Wordt dat gecontroleerd? Of hoe zit het? Ja, hoe kun je ervan uitgaan? Maar ook in Nederland. Hè, dat zijn ook hele oude huizen die natuurlijk al 40 jaar of 50 jaar oud zijn. En die leidingen zijn ook al zo oud.
En toch wordt er gewoon water getapt en gedronken en gekookt en dat al niet meer. Nou ja, ik zeg, dus, ik zeg 0800-1121, want nu wil ik het ook wel graag weten. Ja, is er controle ook? Ja, in die trant is die vraag een beetje, ja. Precies. Op drinkwater, echt op drinkwater, ja. Ja. Hé, dankjewel voor de vraag. En hou je veilig, hè, Marco? Ja. Een beetje oppassen met wat je zomaar eet en drinkt. Dat gaan we zeker doen. Goed, goeienacht. Ja. Dankjewel, Astrid. Hoi, hoi. Gerrit. Goedenavond. Hi. Ik had een antwoord op die natriumkarbonaar. Ja. Dus zeggen ze van baking soda, maar dat is het niet. Oh. De vraag was calcium soda. Nee, dat is waar. Nee, ja, de calciumcarbonaat, zei ze. Ja, calciumcarbonaat. Ja. En calciumcarbonaat is heel anders dan natriumcarbonaat. Ik vind het heel verwarrend. Oké, maar wat is het verschil en wat moeten we nu in de rabarber gooien? Calciumcarbonaat. Ja, en... Geen baking soda. Oh. Maar calciumcarbonaat wordt gebruikt voor het ontzuren van de rabarber. Oké, en heeft het dan ook een andere naam? Waar kun je het nog vinden? Ik denk ook gewoon in een drogisterij. Oh, dat je bij de drogist haalt? Dat denk ik. Oh, en dan moet je vragen om natriumcarbonaat. Nee calciumcarbonaat. Calciumcarbonaat. En natriumcarbonaat, dat is baking soda. Ja. Ja, klopt. Maar dan weet ik niet meer wat ik in de bananencake moest gooien. In de? In de bananentaart. Nee, dat weet ik ook niet. Oh. Nou, dank je wel. Ja, graag gedaan. Gerrit. Ja. Ja. Dat we eventjes goed checken wat we nou waar ingooien, inderdaad. 0800-1121. Ik heb nog een hele hoop vragen openstaan. En je mag natuurlijk ook nog gewoon nieuwe vragen stellen. Want we hebben nog een uur en 47 minuten te gaan. Dus blijf vooral dat nummer proberen. Hallo, met wie? Oh, hier is niemand meer. Hier is Frans. Frans? Ja, goedendag met Frans. Hi. De natte neuzen. De natte neuzen van de katten. Ja, een kat en hond. Die kunnen een natte neus hebben en gezond zijn of ziek zijn. En met een droge neus precies hetzelfde. Maar waarom hebben ze nou een natte neus dan? Ja, dat zegt een dierenarts ook niet direct. Maar hij zegt, je kan er geen pijl op trekken. Oh. Maar het maakt niets uit. Dus nou een droge neus of een natte neus hebben. Ze kunnen ziek zijn bij een droge neus en ook gezond. Okay. Gezond zijn. En andersom. Het is natuurlijk te veel gevraagd om te vragen waar een neus van een kat van gemaakt is, hè? Nou, dat zou ik niet weten. Nee, het is interessant spul. Goed, bedankt voor de geruststelling voor iedereen die nu juist een kat of een kat met een droge of juist een natte neus heeft. Het is een broodje aapverhaal, hoor. Dat, ja. Zeker. Dat ze natte neuzen moeten hebben. Ja, oh, ja. Dat hoeft helemaal niet. Nou, ik ben gerustgesteld. Dankjewel, Frans. Hey, doei. Doei. 0800-1121. Ik krijg trouwens aan alle kanten nu ook waarschuwingen. Dus dat is zo mooi. Dan komt er even iets voorbij dat mij aan de aandacht ontsnapt. Maar dan zijn er altijd genoeg mensen nog wakker om daar eventjes op aan te slaan. Want de vraag over de honing, of je die in de magnetron kan zetten, daar wordt dan op gereageerd met ja, natuurlijk kan dat. Maar er zijn er nu allerlei mensen, Maaike bijvoorbeeld, maar ook allerlei mensen in de app die waarschuwen. Maar denk erom, als je honing in de magnetron zet, doe het dan absoluut niet met het dekseltje op de pot. Ja, dat is voor mij echt vrij logisch. Maar het dekseltje op de pot van de honing is meestal van metaal. En metaal kan niet in de magnetron. Ik heb het maar weer even gezegd op Radio 1. Araad? U had het net over wat er door de rabarber heen moet. Dat is gewoon geprepareerd krijt. Geprepareerd krijt. Krijt. En het moet door de rabarber, postelijn en spinazie. Want er zit oxaalzuur in en dat ontneemt zoveel kalk aan het lichaam. Ja, maar de vraag is, waar haal je geprepareerd kalk? Bij de drogist. Echt waar? Ja. Maar kan dat dan gewoon bij de ik wil dan zeggen, de
ethos of de kruidvat of de trekpleister? Of moet je dan naar zo'n echt een drogist met zo'n pop met de tong uit de mond voor de deur? Dat zou ik niet kunnen zeggen, maar... Dat is een... is geen drogist. Dat is een apotheek, ja. Ja, ze zullen misschien wel raar kijken als je het vraagt, maar ik heb er nooit van gehoord natuurlijk. Ja, je moet het gewoon even overal proberen, ja. Maar dat heeft ze dus al gedaan. Ik heb het zelf verkocht, dus ik weet het zeker. Bij de drogist? Ja. En dan kwamen er regelmatig mensen om vragen voor de rabarber? Luister, ik heb het altijd verkocht, zeg ik. Ja, bij de drogist. En of dat je nu meekoopt of er na erheen doet, maakt niet uit als er maar erheen zit. Oké. Nou, bedankt voor het advies. Geprepareerd krijt. Dankjewel. Goeienacht. Hoi. Hans? Ja, ik wil even wat zeggen over dat natriumcarbonaat. Dat moet dus natriumbicarbonaat zijn. Oh, ik word gek. Wat, dit is... Natriumbicarbonaat. Ik hoor mezelf op de achtergrond natriumbicarbonaat. Ja, dat kan ik aan doen. Dat is de radio die aanstaat. De kabel heeft altijd wat vertraging bij mij. Ja, en je moet hem gewoon aan laten staan, want het is gezellig. Dan ben ik ondertussen op de achtergrond erbij. En is er nog een andere naam waaronder ik dat kan vinden? Ja, dat heb ik vroeger wel geweten. Iets van... maar dat ben ik daar even kwijt. Ik wil alle termen door elkaar heen. En ik ben bang dat Marjan die zit... Bicarbonaat. Straks... Bi betekent twee. Dat weet je misschien wel. In sommige samenstellingen inderdaad. Ja, ja. Die en die, hè. Die is ook twee. Dus het is... Dus, ja. Die is... Dus BD beeld. Eigenlijk, hè. Nou. BD. Dynamisch. Nou, ik hoop dat ze het kan vinden. Ik denk dat het een probleem kan worden. Maar toch hartstikke bedankt, Hans. Graag gedaan. Doeg. Dag. Oh, hemeltje. Jenny. Ja? Hallo. Goeienacht. Zeg het eens. Ja, ik had een oplossing over die rabarber. Maar ik hoorde al dat er iemand met hetzelfde antwoord was. Oh, want ik heb nu 17 verschillende antwoorden in, en het heet allemaal anders. Dus ik weet het niet meer. Nou, ik heb een heel normaal antwoord. Oh, daar ben ik dol op. Dat je goed kan begrijpen. Ja. Mijn man die moest dat altijd hebben vanwege zijn reuma. En dat was gewoon krijt. En dat kan je gewoon bij de apotheek halen. Apotheek of een drogist? Of drogist bedoel ik, bij de drogist, ja. Ja, dat kan je gewoon halen daar. Het is de moeite niet wat het kost. Oh, nou, dan zal Paul zo wel bellen. Die weet het ook altijd zo goed. Ja, ik heb het jaren gebruikt altijd dus. Oké, nou fijn om te horen. Dankjewel. Ja, en ik had ook nog een vraagje. Ja. Ik luister nog wel eens naar Spoorloos. Ja. Maar er zijn een heleboel programma's. Als het dan aan het eind wordt er dan gezegd, wilt u weten hoe het afloopt? Kijk dan doe op. Doe het dan even op onze website. Ja. Ja, als je niet zo'n ding in huis hebt. Stom, hè? Je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Nee, ik vind het ook heel stom. Dan kan ik nooit horen hoe het afloopt. Nee. En dat vind ik eigenlijk jammer. En nou, waarom ze dat nou doen? Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat heel stom. Ja. Ja. Op SBS heb je een programma, hebben ze een leuk filmpje. Als je het wilt zien, zoek onze website op. Nou, ja. Maar je zegt, ik luister altijd naar Spoorloos. Ja. En luister je alleen of kijk je ook? Nee, ik bedoel, ik kijk natuurlijk. Hè. Oh, je dan luister je automatisch. Ja, je luistert vaak mee naar waar je kijkt. Ja. En dan weet je dus, anders weet je nooit... Ze doen niet even bij de volgende keer nog even... Nou, dat is echt, dat vind ik stom. Nee, er wordt wel sumier iets over gezegd dan. Maar ja, het was juist zo leuk als je weet of het goed of niet goed afloopt. Ja. Misschien is er wel iemand die altijd Spoorloos kijkt. Mm-hmm. En die dan voortaan eventjes wil bellen hier naartoe om te vertellen hoe het afloopt. dat kunnen we best doen. Ja, het is het leuke ervan, juist. Ja. Maar ben je, Jenny, ben je vaak wakker op donderdagnacht of af en toe? Nou, ik ben 8 van de 10 keer leg ik de hele nacht wakker. Oh, dat is niet fijn. Ja. Maar soms val ik in slaap, ja. Vanavond dacht ik, nou ga ik bellen. Ja. Nou, ik word net wakker dus. Ja. Dan hoor ik over deze barbe. Ik ook. Toch even bellen. Even bellen. Maar Jenny, als we nou eens even kijken. Als we nou met... Kijk of het lukt hoor, want ik weet het niet. Maar misschien kunnen we wel iemand vinden die gewoon iedere keer als jij wakker bent op donderdagnacht even de Spoorloos hulp wil zijn.
Ja. Dus als iemand wil bellen, die ook vaak wakker is op donderdagnacht. Misschien wel iemand uit de chat of iemand die vaak... Want in de app heb ik ook vaak mensen die toch op alles reageren. Ja, ja. Dus misschien is er wel iemand die altijd spoorloos even kijkt hoe het is afgelopen. En die dan op de momenten dat jij wakker bent, dan bel je even. Zeg jij met Jenny, zeg ik, oh, dat is de spoorloos update. En dat dan degene die weten hoe spoorloos is afgelopen even bellen. Ja, dat we het zo proberen te doen. Ja, het is een goed idee, want ik vind het een leuk programma. Ja. Maar je hebt het ook niet alleen dat, je hebt het zelfs met het nieuws. En ja, een heleboel dingen, wilt u het kijken hoe dat gaat? Ja. Zoek op onze website en ja, ik ben niet zo heel erg getraind daarin. Nee, maar we doen dus gewoon de mensen die willen weten hoe iets afloopt, die kunnen dat gewoon voortaan vragen. Dus moeten we even een mooi woord voor bedenken. Ja. Googlepedia of zo. Wat zei, ja, dat zei de ombudsman die was hier, die noemde dat zoiets. Maar goed. Ja, ja. Jenny, ik ga proberen daarop te letten. Als jij dan wil weten hoe iets afloopt, dan bel je ons. En mensen die dat nu horen, die denken van, oh, dat vind ik leuk, dat wil ik altijd wel even nazoeken, die moeten zich ook even melden. Ja, en dat kan via de Radio 1-app. Dan bellen we je even om. En in dit geval is het dus, wie weet, was er afgelopen week spoorloos? Even denken. Ja, dat was maandagavond. Oké, wie weet hoe het is afgelopen, die even op internet heeft gekeken hoe spoorloos is afgelopen of dat nu wil gaan doen? Toevallig heb ik het van iemand gehoord. Oh, je weet het al? Ja, toevallig deze keer wel. En? Maar ja, hoe is het afgelopen? Ja, het is goed afgelopen in ieder geval. Het is goed afgelopen. Kijk. Ja. Ik denk dat we dat met spoorloos ook wel kunnen regelen, dat ze dat even doorgeven aan ons. Misschien maar moet ik het zelf maar gaan doen. Eigenlijk? Dat is mijn vraag. Waarom nou ja, dat weet ik wel, maar dit is een beetje een inside verhaal. Oh. En daar worden mensen heel boos om, juist als ik het zeg. Want ik ben van de Club der Internetlozen. Voor de mensen die nu mensen die nu rechtop gaan zitten. Echt, de laatste lading komt er nu aan. Iedereen die om een brief heeft gevraagd, die krijgt die brief nog. Maar het waren er heel veel. Maar dat terzijde. Kijk, we gaan er naartoe dat internet nog belangrijker wordt in onze levens. En op dat moment willen heel graag de omroepen dat jij alvast de weg weet. En alle andere mensen. Ja. Dus ze proberen nu alles al een beetje in elkaar over te laten lopen. Zodat we in de toekomst ook via internet wel ons melden bij de omroepen. Ja, ik zeg, ergens kan ik het wel begrijpen. Maar ja, ik zeg, ik ben geen 20 meer, dus je gaat er ook nou niet meer aan beginnen, hoor. Nee, maar ja, die discussie, daar kan ik eindeloos met je over doorgaan. Je kunt het eventueel bij de bibliotheek nog gewoon gaan leren. Maar als je niet wil, dan wil ik je heel graag helpen. En dan proberen we het op deze manier. Dus als je nou weer wil weten hoe iets afloopt, dan bel je even en dan gaan wij het voor je uitsnuffelen, ja? Oké, als ik het graag wil weten, dan bel ik jullie even. Heel goed. Ik ga proberen te onthouden, Jenny. Ja, nou, tot dan, Jenny. Ja, en heel veel plezier met je programma. Oké, dankjewel. Ja. Hoi. Oh, hoi. Knopje, ja. 0800-1121. John. Ja, goeienacht. Hallo. Ik lag lekker te luisteren. Ik had geen vragen deze week tot ik het journaal hoorde. Want ze hebben het erover dat Venezuela dan aan de hand van de vierste mens zat. Dan vraag ik me af, wat gebeurt er dan? En is dat alles eerder met een land gebeurd? Dat een land failliet ging. Ja, was dat niet IJsland? Ja. Of kunnen we dat niet failliet noemen? Ik kan me er niks bij voorstellen, eerlijk. En Griekenland? Ja, die zijn dan allemaal niet failliet. Griekenland is niet failliet. Nou ja, ik weet niet wanneer je het inderdaad failliet kunt noemen, maar als je je schulden niet meer kunt betalen, dan ben je... Nou ja, ik weet het niet. Wat gebeurt er dan? 0800-1121. Lekker, lekker kort maar krachtig, John. Heel graag. Dankjewel, hè. Oké, graag. Hoi. Wim? Goedemorgen, goedenacht. Goedenacht, Wim. Op Nederland 1, 2... En 3 heb je nog teletext. Ja. Maar op RTL 4, 5, helemaal niks meer. Nee. Vroeger stond er nog leuke informatie op. Of, waarom is dat niet meer zo? Ja, omdat niemand het meer gebruikte, Wim. Net zoals de computer. Sorry? Met de computer heb ik weer problemen.
Ja, maar ja, weet je, als niemand meer die teletextpagina's gebruikt, of nog maar 7 mensen, dan is het niet meer te betalen om al die mensen die berichtjes op teletext te laten zetten. De groene elf, de jeugd en de ouderen. Ja. Ja. Dus, ja. Nou. Nou ja, ik hoop dat ze nog een beter antwoord krijgen. Een beter antwoord. Oké, okay. 0800-1121. Dankjewel, Wim. Jo, doei. Doeg. Jan? Ja, goeiedag. Hi. Ik had nog een antwoord op dat bicarbonaat. Ja, natriumbicarbonaat, hè? Natriumbicarbonaat, dat werd vroeger gewoon maagzout genoemd. Maagzout? Is dat dan hetzelfde als baking soda? Ja. Oké, okay. Dan heb ik alles nu in de goede categorie voor mij. Ja, maar dat kan je niet alleen gebruiken om te bakken. Maar als je het samen met groene zeep gebruikt, is het een heel goed schoonmaakmiddel. Groene zeep. Ja, je maakt een sopje met groene zeep en dan doe je natriumbicarbonaat in. En dan kan je je toilet mee schoonmaken en je fornuis en zo. Het werkt enorm goed. Nou, en het restje doe je in de rabarber. Oh, nee, want dat is dus weer krijt en calciumcarbonaat. Oh, verwarrend. Ik wil nog even over die plaat van de Rolling Stones. Oh? Wat het aan Jetske van Sta denken, hè? Ach, ja. Voor de mensen die het niet weten, een oud-collega van de AVRO, die... Volgens mij is het al 20 jaar geleden dat ze overleden is. Ja. Ja. En vaak zei je sommige DJ speciaal voor Jetske. En dat wil ik het op bijhouden. Nou, dat vind ik dan lief dat je daar even noemt. Dank je wel, Jan. Oké, hey. Fijne nacht nog. Hetzelfde. Dag. Houdoe. Dag. Ruben. Ja, goeienacht. Het is gewoon mijn Ruben. Hi, Ruben. Ja. Uw Ruben. Ja, zeg het eens. Ik heb 2 antwoorden voor u. Ja. Die meneer vroeg of een land als eenheid failliet kan gaan. Ja. Nee, juridisch niet. Oeh. Juridisch gaat een land als land niet failliet. Want er komt geen curator voor een land. En om een faillissement, om de boedel van een faillissement af te wikkelen, moet er een curator worden aangesteld. Die wordt benoemd door de rechtbank. En dat is niet het geval. Dat is nimmer het geval geweest. Internationaal niet. Dus een land gaat juridisch als eenheid niet failliet. En dan had u nog een meneer. Ja. Die wilde Ja. Heeft u nog vragen hierover? Nee. Ik vind gewoon een heel mooi duidelijk antwoord. Maar ik zit wel in mijn achterhoofd van dat moet ik misschien dan Wouter Walgemoed van het nieuws even laten weten. Maar Maar het is misschien gewoon wel ook, weet je, ja, failliet gaan juridisch of gewoon het beeld dat we hebben, het geld is op. Ja, het geld is op. Dat ja. kan, maar dat merk je ook in bepaalde dingen. Want dan gaan de belastingen omhoog, de inflatie neemt toe. Maar dat zijn allemaal dus aangelegenheden die je waarneemt. Maar om te zeggen dat formeel het faillissement over land X wordt uitgesproken, dat is nog niet gebeurd. Nee, dankjewel. Nou, en dan had hij nog een meneer die wilde weten waarom de Jaguar in Duitsland 50% goedkoper is dan in Nederland. Ja. Of althans in die richting. Ja. Nou, het is op de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de belasting geen deel uitmaakt van het EU-recht. Dus dat betekent dat alle landen nationaal de belasting nog gewoon in hun portefeuille hebben gehouden en zich daarover te alle tijden mogen uitspreken. Ja. Dus het beleid mogen zij zelf bepalen. En dan ben je er eigenlijk al. Dat betekent dat een Jaguar eerst ambtelijk wordt getaxeerd. Dat betekent bepaling van de waarde in het economisch verkeer in Nederland. Daarover wordt BPM berekend, ook een belasting. En een belasting over een personenauto. En daarover weer BTW. Ja. Daarom
dus valt het zo hoog uit. Wil die meneer het goedkoper of economischer goedkoper afhandelen, dan moet die meneer een schadeauto kopen. De schadeauto wordt lager getaxeerd en hier in Nederland tot een helemaal perfecte auto maken nadat hij de zaak heeft afgerond met de overheid. Juist. Ja. Nou. Alsjeblieft, nachtzuster. En ik zou weer zeggen, nachtzuster, vergeet u straks de crypto niet. Dankjewel, Ruben. Tot de volgende keer. Alsjeblieft, nachtzuster. Dag, hoi. Ja, nee, vergeet de crypto niet. Nou, laat ik die er dan maar meteen eventjes bij pakken. Zowel voor alle antwoorden als voor de oplossing van het cryptogram of de crypto kun je bellen naar 0800-1121. Eens eventjes kijken. We doen deze. Opnieuw de raderen laten draaien. Opnieuw de raderen laten draaien. Hij is een beetje lastig vannacht, maar als je het aan kunt, 0800-1121. De oplossing moet bestaan uit 9 letters en die kun je doorgeven, dus via 0800-1121. Dan zoek ik dus nog steeds een heleboel antwoorden, dus blijf gewoon bellen, maar we hebben nog meer dan een uur te gaan, dus je kunt ook nog steeds vragen door blijven geven. Jos, goedenacht. Hey, goedenacht, Achter. Hi. Krantenman. Zeg het eens, Jos. Ja, jullie hadden het over de rabarber. Ja. Nou, de Nederlandse benaming voor het spul wat erin moet, dat is zuiver wit krijt. Zuiver wit krijt. Het lijkt me echt heel vies, maar sommige mensen willen dat dus in het eten, ja. Nee, dat haalt de zuurigheid eraf. Ja. Want wij maken zelf ook altijd rabarber. Oh. Dat haalt echt de zure smaak van de rabarber eraf. Ja. Dat zuiver wit krijt, dat kun je gewoon bij de drogist halen. Maar zit jij dan niet, als je krijt in het rabarber doet, zit je dan niet een beetje zo... Nee, joh. Het is wel fijn gemalen krijt. Geen krijtjes die je op het bord krijgt. Nee. Nee, een gemalen krijt is gewoon poeder. Ja. Net zoals bloem, zeg maar dan nog fijner. Ja, geen zand. Ja. Nee, geen zand. Ja. En dan koop je gewoon mee met het rabarberproces. Gelukkig, ja. Ja. En over het water. Ja. Je man, die ene meneer, die had het over een België watertappen. Ja. Ja, je moet altijd, als je het niet vertrouwt, moet je gewoon de kraan even een tijdje open laten staan. Even laten draaien. Totdat er gewoon schoon water uitkomt. Ja, maar hoe weet je dat het schoon water is? Ja, hier in Nederland, ja, dat is gewoon een garantie die we hier hebben. Dat het allemaal puur en puur schoon is. Wij zijn een van de schoonste landen van de hele wereld. Maar je kan toch niet van iedere kraan zeker weten dat daar schoon water uitkomt? Als jij ergens op een industrieterrein een kraantje hebt staan, dan kan het toch zijn dat daar, ik roep maar wat, gif in de grond zit? Of roest? Ja, natuurlijk, maar het water gaat eerst naar de zuivering. De waterzuivering. Ja. Dus ja, dat wordt altijd schoongemaakt. Maar als die meneer, zeg maar, op een industrieterrein uit de roestige kraan, zeg maar, die juist nooit wordt gebruikt. Ja, die moet er gewoon een tijdje door laten lopen. En dan komt er vanzelf weer schoon vers water uit de kraan. Ja. Ja, ik weet niet. Ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik nog koperen leidingen had. Nou, dat denk ik, dat kan toch bij iedereen ergens in die leiding kan iets vies zijn. Dus maar hoe kom je erachter? Nou, als je elke dag je water gebruikt, dan wordt je leiding niet vies. Oh, oké. Okay. Kalkafzetting, dat wel. Ja. Kalk, dat kan je dan weer. Oké, ja. En er zijn ook apparaten voor, die hebben wij zelf ook in gebruik. Ja, het kost wel een hoop geld. Maar het scheelt enorm met schoonmaken allemaal. Oké. Okay. Aanzettingen in je apparaat en zo. Ja. Mijn koffieapparaat hoef ik nooit te ontkalken. Dat blijft altijd schoon. Mijn waterkoker blijft schoon. Maar ja, het kost even de patiënten, maar dan heb je ook wat. Ja, ja. Nou, dankjewel. Ja. Voor een stukje waterbegeleiding. Ja. Ik zeg, ja, wij hebben hier in Nederland hebben we dan water wordt gewonnen uit de duinen vandaan, uit de biesbos,
duizenden meters diepte wordt het gewonnen, want we hebben onderaardse rivieren ook. Dus ja, het is allemaal wat hier in Nederland uit de kraan komt, is allemaal door een proces heen gegaan. Ja, met zoutzuur en noem maar op, met ontharden. Nou, laten we ons dan in ieder geval maar geen zorgen maken. Nee, hier in Nederland in ieder geval. Dankjewel, hè. Hey, fijn weekend, hoor. Hetzelfde. Dag, Jos. Arie, goeienacht. Arie? Nee. Arie, daar is het even angstig stil. Rob dan, goeienacht. Ja, goedenacht, Astrid, met Rob. Hi. Ik bel voor de crypto. Nee toch, nu al? Ja. Ja, het is altijd, als je hem weet, dan weet je hem meteen, hè? Zo werkt dat toch vaak. Ja, dat wordt makkelijk, ja. Ja. Opnieuw de raderen laten draaien. 9 letters. Wat dacht je dat het was, Rob? Herdenken. En hoe kom je daar nou bij? Omdat we vandaag herdenken. Ja. Maar de raderen laten draaien, dat is denken. Ja, maar dit... Ook wel. Ja, dan opnieuw is dan herdenken. Zo kom ik erop. Maar het is wel grappig, want Mieke en Eline die bedenken voor mij altijd cryptogrammen. En die hebben er nu ook speciaal bij gezet. De raderen laten draaien is een populaire uitdrukking voor denken. Ik wist dat niet. Ja, misschien is het iets Rotterdams. Nou, nee. Dat denk ik niet. Nee, want daar komen zij niet vandaan. En zij weten het. Oh, nou, maar zo heb ik namelijk wel de link gelegd. Nou, wat want goed in zeg. De serie, toen was geluk heel gewoon. Oh. Daar heb je die meneer die in het riool werkt. En elke keer als Jaap, de buschauffeur, in de problemen zat, dan moest die meneer, Simon heet hij geloof ik. Ja. Die moet dan altijd zijn raderen laten draaien. Wauw, zo komt alles weer samen. Wat prachtig. Zo kwam het samen. Ja, en Rob, wat is je achternaam? Van Dijk. Ja, want ik vind het altijd belangrijk dat iemand echt eventjes vol in het zonnetje staat als die het cryptogram weet op te lossen. Dus, Rob van Dijk uit Rotterdam. Ja, nou Rob, er komt een presentje naar je toe. Ja. Dat hopen we tenminste altijd. En van harte gefeliciteerd. En ik vraag het toch maar eventjes. Ga jij stil zijn om 8:00? Ja, tuurlijk. Ja, toch hè? Tuurlijk. Ja, veel mensen doen dat gewoon nog. Ja. Nou, dan ben ik stil met je mee vanavond. En dank je wel voor de oplossing. Oké, beste. Goeiedag nog. Dag. Dag Rob. Herdenken was inderdaad de goede oplossing van het cryptogram van vannacht. Ik probeer het nog een keer, Arie. Ja, je zit hier hoor. Ah, daar was je gewoon. Gelukkig maar. Ik zit er net stil. Ik heb een nachtrit gehad. Dus we gaan gewoon nog wel even verder. Arie, ben je geladen? Nee, ik ben nu leeg. Oh, oké. Ja, zeg het eens. Nou, het gaat over twee dingen. Het gaat over die rabarber, dat heb ik een beetje al. Ik heb veel een beetje zitten volgen. Dingen gehoord. Waarom doet men dat erin? Zeggen ze het één voor de smaak. Mijn oma zei vroeger altijd, die was op een gegeven moment ook rabarber, want die had zelf een heel groot rabarberveldje. En toen zei ik, wat doet u daar nou mee? Ja, ze zegt, dat is kalk. Ze zegt, en dat is om tegen te gaan dat je witte bloedlichaam uit je bloed gehaald worden. Ja, dat hoor ik ook. En nou ook zei van je mensen. Medewerker net al. Want we zeggen, dus ja, de mensen die mogen dat niet hebben, maar als ze jicht hebben, dan klopt dan ook ergens wel, hè. Want dan haal je iets uit je bloed vandaan, want eigenlijk die jicht, dat is ook ontstekingen, spieren en alles. Mm-hmm. Dus dat haal je eruit. Nou, dus dan wordt de jicht erger. Zo simpel is het gewoon. Dus als je dat weglaat, dus, en ik heb er voor de rest nooit over nagedacht, maar nu zat ik daarover na te denken. En er kwam een ene boven, dat mijn oma dat, laten we zeggen, dus altijd, een paar lepels van de kalk erin. Ja, nee, ik krijg van alle kanten inderdaad nog best heel veel informatie over kalk en rabarber. Dus als je het wil eten, dan is het helemaal niet onverstandig om er wat in te gooien. Nee, ja. dat is daarvoor. Nou. En omdat je medewerker gezegd, ja, dat heb ik dan even gemist of zo. Dat denk ik los of zo. Maar in ieder geval, dat is, ja, dat is tegen jicht of zo. Die mag je dat beslist niet meer hebben. Nou, dat is eigenlijk... oorzaak en gevolg, dat wist mijn oma 50 jaar geleden, of wat, 60 jaar geleden al. Nou. Nee, dus dat zo simpel is het. En ik had er nog wel een, en dat gaat over een groot hart en een klein hart, daar heb ik met je collega ook al even over gehad. Nou, eigenlijk weet je daar zelf wel, denk ik, nachtzuster, of niet? Nee, want dan zou ik het natuurlijk niet 100 keer vragen. Oké, okay, nou, nee. Dus je bent nog nooit iemand tegengekomen met een klein hart,
En nog nooit iemand tegengekomen met een groot hart. Ja, wel met een groot hart. Ja. Ja. Maar nog nooit iemand met een klein hart. Nou, niet dat ik weet, nee. Nee? Nee. Oké, nou, dat is dan iemand die, denk je, hé, dat is een sterke vrouw of een sterke man, weet je, je ziet er goed uit. Maar, dat is iemand die snel emotioneel bewogen kan raken, die bereid is je te helpen in dingen ook, weet je wel. Dus gewoon een beetje ook in je huid. Iemand een klein hartje, dus niet, dan verlaat hij zijn grootheid, om het zo maar te zeggen. En dan heeft hij een klein hartje omdat hij emotioneel met jouw probleem bewogen is of zo. Maar dan heeft hij toch juist een groot hart met veel ruimte voor liefde en mensen in zijn of haar hart? Nee. Een klein hart. Oh. Dat is echt, laten we zeggen, dus iemand die snel bewoog. Die, hey, dat is een hele sterke persoonlijkheid of zo. Dan denk je, oh, die gaat nergens voor om, dit en dat. En dan denk je, nou, en een ene laat hij ze zachte, ja, nou, nog eens een zomaar emotionele kant zien of zo, weet je wel. Wat je nooit verwacht had. En dat is iemand toch met een klein hartje. En dat is niet groot, dat is juist klein. Dan maak je je eigen klein. En iemand met een groot hart, ja, dat zijn twee verschillende dingen. Maar iemand met een klein hartje die laat dan echt zien van, nou, ik ben emotioneel met jouw probleem begaan. En dat is geen groot hart, omdat die eigenlijk, laten we zeggen, dus, ja, heel groot doet met een groot hart. Ja. Maar nou zijn eigen terugtrekt, om het zo maar te zeggen. Ik vind het heel mooi gebracht. Wat zeg je? Vind het een mooi verhaal. Dat is mijn interpretatie. Intentie erover. Ja. En iemand anders dat zegt, nou, dat gaat wel anders. Ik denk dat het zo menselijk in elkaar zit. Nou, ik vind het wel mooi. Een klein hartje stroomt snel over. Kijk, dat bedoel ik. Oh. En met, dat denk ik wel. En die mensen kom je tegen. En dan ben ik zo'n persoon, ben ik zo zelf ook iemand die van mijn persoonlijkheid, laat maar zeggen. Denk eens ook, nou, die kan ook de hele wereld aan. Hè? Maar je hebt een klein hartje. Ik kan wel emotioneel raken door iemands verhaal. En ja, mooier wordt het niet. Daar wat in te doen, dan komt misschien dat grote hart. Als je iemand in gaat helpen, dan komt dat grote hart weer naar boven misschien. Maar dan maak je jezelf klein naar die andere persoon toe. En niet van, oh, is niks aan de hand. En ik, weet je wel, je bagert eroverheen. Nee, gewoon dat soort dingen. Klein hart. Klein maken. We hebben een beeld, Arie. Vandaag de dag veel op. We hebben een beeld. Heb je een beeld? Ik heb een beeld, dankjewel. Hou hem vast. En ik hoop dat je die mensen ook nog eens een keer tegenkomt. Of als je ze nodig hebt, tegenkomt. Of dat je het helemaal niet verwacht van die persoon. Weet je wel? Nee, maar ja, ik interpreteer dat als een groot hart. Maar ik ga daar eens op die manier naar kijken. Met de meetlat. Probeer dat maar eens. Dankjewel. Oké, ik ga gauw vinden met mijn werk. Ja, voorzichtig. Okay. Doeg. Ja, prima. Doeg, Arie. Hoi. Aad. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo, Aad. Ik had een oplossing voor die mevrouw met die procentpunten. Ja, vertel. Het procentpunt, dat is dus het vaste verschil tussen twee percentages. Ja. En als bijvoorbeeld, die mevrouw had het over de verkiezingen. Als één partij bijvoorbeeld de vorige verkiezingen 20% van de stemmen had. En dit keer dus 18% van de stemmen. Ja. Dan is in percentage uitgedrukt het verschil 10%. Want 10% van die 20 is 2%. In mindering gebracht kom je op 18. Maar dat zijn dus de procenten. Maar Nee, het is heel makkelijk. Maar het verschil tussen die 20 en die 18, dat is dus 2 procentpunten. Ja. 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 Vat je hem nog? Ja, nou ja, ik wacht even hoor, want dit zijn altijd van die dingen die moet ik even vasthouden om ze te laten bezinken. Want waarom? Ja. Want zij zegt dat het gebruikt werd als in 18 procentpunten gaan naar de VVD en 97 procentpunten gaan naar de zo, dat het zo werd gebruikt. Ja, ik bedoel, zo kan het misschien gebruikt zijn, maar dat klopt dan in principe niet. Nee. Want die punten, dat is dus echt het vaste verschil tussen twee percentages. Ja, dus als bijvoorbeeld de winst van een bedrijf dit jaar of vorig jaar 4% was en nu 6%, dan is dat 2% punten omhoog gegaan. Maar als je het in percentages doet, hebben ze dus een winststijging van 50%. Ja. Van 4 naar 6. Wauw. Dus,
Ik vind het... Hoe kan jij dit? Dat is me een keer uitgelegd op de tv. Ja, en dan gaat het je no- dan vergeet je het nooit meer. Nou ja, ik heb wat met cijfertjes en getallen. Ik hoor dat het. Dat wil nog wel eens blijven hangen. Ja, nou, ik hoop dat ik het over 10 minuten nog steeds snap. Maar nu snap ik het in ieder geval. Nou, helemaal geweldig. Ja. Ik heb me toch weer gelukt. Dankjewel, Aad. Hey, dankjewel. Doei. En fijne nacht nog. Hetzelfde. Dag. Jolanda. Goedemorgen, Astrid. Hoi, jij mailde, toch? Ja, dat klopt. Ja, want je hebt het heel warm. Nou, ja, inderdaad. Vertel. Ja, sinds vorige week maandag, ik kwam 's avonds thuis, merkte ik dat mijn verwarmingselementen, de radiatoren, warm waren. Terwijl ik er niet om vraag. De thermostaat die heb ik nu op 10 staan bijvoorbeeld. Ja. Maar de radiatoren die zijn warm. En dat wil ik helemaal niet. En vandaag komt voor de derde keer heb ik weer de monteur maar besteld. Ik denk, ja, het wordt vandaag 20 graden en morgen wordt het nog warmer. Dus ik wil geen verwarming aan. Help! Je krijgt gewoon je verwarming niet uit. Nou... Nee. Ik heb maar een paar radiatoren aanstaan. Mm-hmm. En eentje in de woonkamer, die moet helemaal openstaan, want dat is beter voor de ketel, zei die. Oh. En ik zet de verwarming alleen maar aan. Ik draai alleen maar aan de thermostaat als ik het koud heb. Dus ik heb het niet zo gauw koud. Maar nu is het helemaal niet... Nu zijn ze warm. En hij is al een keer geweest en toen heeft hij een knopje uitgezet op de verwarmingsketel. Ja. Van Comfort. Dat betekent dat ik heel snel warm water heb als je de kraan opendraait. Ja. De combiketel. En toen is hij de tweede keer geweest. Heeft hij dat weer uitgezet. En ik dacht, ik had ook al op internet zitten zoeken. Dan is het misschien de thermostaatknop. Maar die is volgens hem niet stuk. En het gekke is, het vlammetje gaat ook niet branden op de thermostaat. En de ketel, ik ben niet zo technisch, die slaat ook niet echt aan. Maar ik zie wel elke keer, als ik hier ben, dan zie ik het bij het lampje service. Dan gaat hij van 7 naar 4 naar 3 en dan 0. Dus je hoort hem even. Maar de radiatoren zijn echt warm. Dus ik draai ze maar dicht, want ik snap er helemaal niks van. Maar als het dit de derde keer is dat een monteur komt... die andere twee die zijn dus gewoon weggegaan terwijl de verwarming nog warm was? Nee, toen was hij wel... toen hij de tweede keer kwam, of toen hij de eerste keer kwam... toen heeft hij dat knopje comfort op de ketel uitgezet. Ja. Toen leek het goed te gaan. Hij zegt, ja, er is niks aan de hand. We hadden de thermostaat nog eens even op 25 zet kijken of die aanslaat. Nou... Ja. Die lijkt te functioneren, zegt hij. Dus die heeft voeling met de ketel of zoiets, zei hij. Oh. En toen kwam ik thuis. Dus ik dacht, het is wel verholpen. Maar toen kwam ik weer thuis. En dan was de bovenkant van de radiator toch een beetje warm. Ik denk, dit wil ik ook niet. Nee. Het moet gewoon koud zijn. Lijkt me ook een beetje griezelig. Want dat je gaat slapen en dat het opeens 50 graden in je kamer is... Kan natuurlijk niet. Maar het is nu wel 21 graden. En dit zijn sowieso warme woningen. Dus het is zo gauw de zon er binnenkomt dan... En ik doe er al van alles aan. Maar ik zit hier bovenaan en ik heb een plat dak. Maar wacht even, want het nieuws komt eraan. Ik zeg 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max. Freek. Goedenavond. Goedenavond, Freek. Ik heb twee antwoorden. Ah, mooi. Kom maar door. Eerst over de ruimtevaart. Ja. Vaak vliegen die raketten op waterstof. Of misschien zelfs op methanol of zo, maar meestal op waterstof. En als dat verbrandt, dan komt er puur water vrij. En dat is dus niet schadelijk voor het milieu. Oh nee, dat kan inderdaad niet zo heel veel kwaad, hè? Nee, alleen ze moeten vaak delen van een raket kwijt in zee. Dat is dan een beetje slordig, maar in principe qua... Slordig ook, ja. Ja, vind ik wel eigenlijk. Maar qua brandstof is het wel schoon. Ja. Nou ja, dat is volgens mij precies het antwoord dat ze zocht. Ja. En had je nog een antwoord? Over die verwarming. Ja. Nou had ik dat toevallig vandaag ook. Ik werd vanochtend wakker en toen had ik de thermostaat op 5 staan... omdat het gisteren ook al lekker weer was. En toen waren ze ook warm. En dat heb ik hier vaker gehad. Ik heb zo'n troepketel, zo'n of andere combiketel... die gebouwd is
om je de stuip op het lijf te jagen. Want voordat je het weet explodeert hij of zo, zou je denken af en toe. Maar goed, uh-oh. In ieder geval... bij mij is het geval geweest dat de driewegklep van de combiketel vast zat. Zodat als het waterreservoir van het warme water wordt opgewarmd, dat er dan warme verwarmingslucht van de brander ontsnapt naar de verwarmingskamer voor het opwarmen van de radiatoren. Omdat de driewegklep vast blijft zitten. De driewegklep. Ja. De driewegklep. Nee, ik hoop dat Jolanda nu mee zit te schrijven. Hè? Want die kan tegen de monteur zeggen van... kun je even naar de driewegklep kijken. Ja, precies. Dat moet ze dan maar even zeggen. Ja. Want dat zal waarschijnlijk wel fout zitten. Hé, nou ja. Nou, volgens mij kan zij nu weer wat gerichte vragen stellen. Dat is mooi. Oké. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Doei. Dag Freek. Meindert. Oh. Goedemorgen. Dag, Meindert zuster. Zit in de auto. Hi. Dat klopt. Goedemorgen, dag zuster. Hallo. Ik heb een vraag ten aanzien van televisieprogramma's. Vroeger was het zo dat als je een televisieprogramma, als je een herhaling zag, mm-hmm. dan werd dat vermeld. Ja. Dan kon je altijd zien bij teletext of bij het programma programmering. Er stond er HH geloof ik, herhaling. Ja. En wij hebben heel vaak, nou dan kijken we naar een serie. En dan zegt mijn vrouw, die heb ik nog niet gezien. Staat een nieuwe serie, staat er dan. Ja, maar dan is het dus al een serie die al een paar keer geweest is. Van Morris of een of andere Engelse detective serie of zo. Nou, die hebben ze al 3 keer herhaald en die is dan weer in de herhaling. Maar staat er niet bij. En dan zitten we er 1/2 uur naar te kijken. En dan zegt ze, oh ja, ik heb hem toch wel gezien. Ja, en dat is gewoon heel vervelend. Ja. Dan denk ik, waarom hebben ze dat überhaupt weggehaald? Maar waar stond het dan? Stond het in beeld? Er stond altijd in beeld bij de programmering. Maar het stond ook altijd in de... Als je bijvoorbeeld... we hadden voor de televisie, hè? Ja. Er stond er altijd bij. Herhaling. En het staat nu niet meer in de gidsen? Dus, ik heb geen gids meer. Oh ja. Maar het staat dus ook niet... als je bij de programmering kijkt... zeg maar vooruit en je wil hem bijvoorbeeld opnemen, dan staat er ook niet bij dat het een herhaling is. Want bijna wordt alles herhaald. Ik vertrek en noem maar op. En je kan het niet opnoemen. Het zijn allemaal herhalingen. Ja. En terwijl er soms bij staat, nieuwe serie. Ja, dat is gek. Dat vind ik gek. Maar ja, dan... Dat vind ik ook gek. Maar dan hebben ze waarschijnlijk in het verkeerde blokje ingevuld nieuwe serie. En dan blijft dat gewoon staan als die nog eens een keertje wordt uitgezonden. Denk ik. Maar het is wel raar natuurlijk. Maar ik zit even te denken, want tegenwoordig, weet je, alles wordt zo 100.000 keer herhaald dat het... Ja, inderdaad zouden ze er alleen als het nieuw was, nieuw bij moeten. Ik ga heel erg schreeuwen, omdat ik bij jou ruis hoor. Oh, wacht even hoor, dat kan ik wel weghalen. Ja, maar dan bel je niet meer handsfree, hè? Dat zou vervelend zijn. Ja, nee, ik bel met een rotje. Maar is het zo beter? Ja, zo is beter. Oh, oké, goed. Wat deed je dan? Nou, dat is... waar ik ben. Nee, wat je deed dat het zo ging ruizen. Nou, ik had ook het microfoontje aanstaan. Oh, oké. Okay. Maar in ieder geval, nou, dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, daar heeft ook betrekking op. Ik wilde spoorloos terugkijken. En ik kan alles terugkijken. Ja. Maar spoorloos niet. Nee, dat hoorde ik ook net van Jenny, ja. Oh, nou, dat weet ik niet. Heb ik niet gehoord. Nee. Maar dat vind ik apart. Waarom spoorloos niet? Ja, ik weet niet meer wat de reden daarvan is. Ik heb het een keer gehoord. Maar goed, als iemand het wel weet... 0800-1121. Zo. Nou, dat is mijn vraag. Nou, ik heb ze weer toegevoegd, Meindert. Dank je wel. Nou, goed. We wachten het af. Oké, okay, goeie rit. En een fijne nacht nog. Dank je. Doeg. Hoi. Johan. Goedemorgen. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Jullie hadden nog een vraag staan van de EGR-module van de auto. Kunnen we kijken of we jouw telefoon tot een betere kwaliteit kunnen verheffen? Dat kunnen we, let op. Komt-ie. En nu? Jij kunt toveren. Niet normaal, hè? Echt, je moet bij de KPN gaan werken, ja. Ik zou er wat mee moeten doen, maar. Ja.
Maar dit is veel beter. Ja, inderdaad. Ja. Jij zegt EGR. Kijk even wat zijn vraag ook alweer was. Ja, dat was ook EGR. Ja, wat de EGR-module in een auto, wat doet die? Ja, die stuurt de EGR-klep van de uitlaat aan. Dat systeem zit in de uitlaat en dat is weer voor het milieu. Dat die een gedeelte van de uitlaatgassen weer terugbrengt in de motor. Dus die koelt die af. Door die module koelt die uitlaatgassen af, komt zuurstof bij. En dat wordt weer teruggedaan in de motor. En dat wordt weer hergebruikt. Waardoor het weer schoner is voor het milieu. Dus heb je eigenlijk schoner uitlaatgassen. En dat kan stuk gaan? Dat kan zeker stuk gaan, ja. Nou, dat is de hele vraag. Dus het is ook helemaal beantwoord. Doe je iets in de auto's? Ja, hobby. Als hobby? Maar dan moet je dus wel bij. Dan zijn het geen oude auto's waar je in hobbyt. Als je weet hoe je de EGR-module doorsluist naar de EGR-uitpunten. Nee, dat kom je dan tegen. Maar de nieuwere auto's die moeten dan toch naar de garage. Want dat moet dan via de computer en moet ingelezen worden. Dus daar kan je dan toch niks mee. Maar ik weet wel hoe het in elkaar zit en hoe het werkt. En dan. Dan stuur je ze door, hè. En dan komt er ook weer goed. Met hartelijke dank van Hans dan. Prima, graag gedaan. Dankjewel, Johan. Oké, groeten. Doeg. Hoi. Boudewijn. Ja, goed. Goedemorgen. Hey, zeg het eens, Boudewijn. Twee dingen. Van een raket. Van als je de ruimte instuurt. Zeg dat je 10 kilo de ruimte instuurt. Dan heb je van 1 of 5 ton aan brandstof nodig. Om die 10 kilo de ruimte in te schieten. Je hebt dus ontzettend veel brandstof nodig om een klein pakketje om de ruimte in te sturen. Ja, maar het is maar één keer, hè? Het zijn geen files urenlang. Het is wel ontzettend vuil, is dat dan. Ja. Van je gebruikt dus heel veel brandstof. En van dat, ik weet niet van welke. Van Rusland gebruikt andere brandstof dan de Amerikanen. En de Amerikanen, en tegenwoordig heb je ook commerciële bedrijven in Amerika. Dus ja. NASA die was wel bezig met waterstof. Maar naast de waterstof heb je nog wat nodig. Hè, de Fransen gebruiken weer wat anders. De Chinezen gebruiken weer wat anders. Van iedereen gebruikt andere brandstof. En vroeger gebruikte je dynamiet. Nou, dynamiet, dat is dus heel vervuilend. Dus het is om een klein gewichtje de ruimte in te schieten, gebruik je dus heel veel brandstof die dus goor is. Dus het is eigenlijk heel erg vervuilend. Ja. Raket. Maar ik me afvragen hoe dat is in vergelijking tot die enorme hoeveelheid auto's iedere keer in de file. Ik word ook ontzettend moe over dat gedoe van dat alle huizen van het gas af moet. En het laaghangend fruit is gewoon 130 kilometer breng je terug naar 100. Dan heb je 60% minder vervuiling. 60%. Maar mensen doen het niet, hè? Wat? Mensen doen het niet. Nee, ze gaan geen 100 rijden. Dit is de Telegraaf met de VVD. Dus daar kom je niet doorheen. Nee. Dat is door die maximum snelheid omlaag te brengen. En dan gaat het dus heel snel achteruit. Nou ja, het is in ieder geval eventjes genoemd. Elke keer heb je één auto. Hè, daar kun je ook heel weinig mee. Ja. En iemand die zijn auto niet goed onderhoudt. Eens in het jaar wordt hij gecontroleerd. En dan heb je ook vaak mannetjes die wel een vergunning afgeven voor een APK-vergunning. Dat je kan twijfelen of alles wel correct is ingevuld. Het is maar zeer de vraag van het laaghangend fruit is gewoon die auto aanpakken. In één keer ben je gewoon enorm veel vervuiling kwijt. En ik woon in het centrum van Amsterdam. En dan gelukkig op een doodlopend stukje, dicht bij het spoor. En dan heb ik niet zoveel last van de vervuiling. Maar op het moment dat je op straat gaat en dat je veel op straat bent, kijk eens in je neus, weet je wel. Je komt thuis en je snuit je neus en er komt allemaal zwarte drap uit je neus. Ja.
En dat is niet te geloven. Daar moet de snelheid ook gewoon omlaag. Ja, ja, maar of het gaat gebeuren, ik ben benieuwd. Ja. In Nijmegen loopt voorop. Ja, en het andere waar ik over bel, dat is die centrale verwarming. Ja. Dat is, het zit er dik in dat het een combiketel is. Ja, dat zei ze al. Is het een combiketel? Ja. Nou, even wat er nou gebeurt is, als jij warm water aftapt, dan gaat die branden. En als staat je thermostaat op 10, van tegelijkertijd maak je ook, van dat zijn twee verschillende circuits, tegelijkertijd maak je ook die buizen die in, bij die branden zitten, die maak je ook heet voor de centrale verwarming. Ja. En als die, en op het moment dat je niet gaat pompen, gaat het koken en dan brandt die spiraal door. Dus je moet eventjes pompen als je heet water gebruikt. En dat gaat dan door de radiator, ja. Ja. Even, dus dat moet gewoon. Even, dat is gewoon pech hebben, is dat. Oh. Even. Oh, maar dan kan ze in ieder geval eventjes nog met dit verhaal bij de monteur. Het kan niet worden. Het is, s'nachts gebruik je geen heet water. Dus dan, daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee, nou ja, ik denk dat ze met dit verhaal ook nog even bij de monteur kan checken of dat ook hier het geval is. Dus dan, Precies. Want die monteurs, dat is van, ik ben energiecoach. Dus dan krijg je ook wat meer in een oude scheepsrekening. Ja. En dan weet je hoe techniek in elkaar zit. En dan, maar dus bij indicator, daar zitten nog enorme branden. Oh ja, maar dat heb je net verteld. Dus dat hoeft heb je net verteld. Ja. Dus dankjewel. Van die buisjes door. Oké. Okay. Dankjewel. Goeienacht nog. Hoi. Jan. Hallo. Ik weet een veel eenvoudigere oplossing over die verwarming. Oh, kijk. Ik denk wel, want Yvonne die stuurt ook steeds berichtjes van bedankt voor dat antwoord. Dus die zit echt helemaal blij met alle hulp te luisteren. Ja, vertel maar, Jan. Nou kan ze helemaal blij zijn, want ik heb het vorige week ook gehad, 2 keer. 'S nachts. Ja. En wat was er nou aan de hand? Dan ga ik zoeken. De batterijen van de thermostaat waren bijna leeg. Die deed wel niet. En ik had toevallig nog een paar batterijen liggen uit een zaklantaarn. Ik doe die erin en het probleem is over. Dus ze kan het zelf, als ze de plus en de min goed doet in de thermostaat, dan doet hij het weer. Tenminste, dat is een van de, zij misschien heel wat anders. Maar nou, wat leuk. Eerst dat even proberen en dan is het over misschien. Nou, Yvonne met de batterijen naar de thermostaat gaat ze ook denk ik wel even proberen. Dankjewel, Jan. Oké. Okay. Rita, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Zeg het eens. Ik heb datzelfde probleem gehad met de verwarming. Maar er moest gewoon een nieuwe printplaat in. Oh, nou dat weer. Ja. Oké, dus batterijen, printplaat, gewoon iedere keer bij gebruik warmte of... Ja. Er kwam gewoon een monteur en die zette er een andere printplaat in. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, het is wel mooi. Ik vind het wel mooi dat je straks komt die monteur... En dan zegt hij, ik heb hier wat vragen voor je. Hoe staat het met de printplaat? Hoe staat het met de driewegklep? Even de batterijen trekken. Weet je, je komt wel goed printplaat. Ja, je komt wel goed beslecht uit ijs. Ja. Ja, je denkt dat het aan de thermostaatknop ligt, maar dan ligt het niet aan. Dan zet je dat ding op 0, maar dan moest gewoon een andere printplaat in. Nou ja, dat bij deze. Ja, want dan kan je natuurlijk zoeken wat je wil. Maar dan blijft het te warm in huis. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. Oké, nou dankjewel. Oké. Tot horens. Ik vind het wel een mooi idee dat Yvonne zo een lijstje klaar heeft. En dat het straks dan weer wat kouder wordt in hart. In huis. 0800-1121. En die verspreking kwam natuurlijk doordat Frank Boeijen al klaar stond met de hele groep. Dit is koud in mijn hart. Een beetje koud in mijn hart. Frank Boeijen, toen er nog een hele groep omheen hing. De Frank Boeijen groep was dat dus op Radio 1. Is het nou Bakker Johan? Ik vroeg me af waarom dat
dat er geen ijzer in de magnetron mag. Maar ik doe altijd ijzer in de magnetron. Nee. Ja. Dat kan toch helemaal niet? Het is gewoon zo. Daarom vraag ik, waarom mag het niet? Ik heb roestvrij stalen schaaltjes. Als ik bijvoorbeeld fondant, die heb ik in 2-3 kleuren ooit. Vorige week Koninginnedag niet. Fondant moet opwarmen, 3-4 minuten in de magnetron. Roestvrij stalen schaaltjes, die gaan erin. Geen probleem. Nou wil ik het weten ook. Kan roestvrij staal in de magnetron? Maar je doet ze in de magnetron en niet in de oven. Nee, kind, magnetron echt 100%. Want ik heb 1 keer mijn koffie met lepeltje en al in de magnetron gezet. Nou, het vuurwerk met oud en nieuw was er niks bij. Ja, daarom vroeg ik het me af. Ja. Ja, weet je, waarom mag dat niet? Je weet wel dat je bijvoorbeeld de cavia of de kat nooit in de magnetron mag doen, hè? Nee, want dan wordt zijn neus droog. Ja, nou, dat sowieso. Dat is nog het minste, ja. Nou ja, ik neem hem even mee, want ik ben nou wel benieuwd. Of mensen... Ja, ik wil vooral niet oproepen om dingen in de magnetron te gaan zetten, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe het uitpakt als dat zou gebeuren. 0800-1121. Benieuwd. Of een appje met je magnetron-ervaringen mag ook. Dankjewel, Bakker Johan. Oké, hoi. Hoi, goeienacht. Ja, kan ik het toch niet laten om Paolo Nutini even voorbij te laten komen? Iron Sky is dit. Sylvia. Hallo, Astrid. Goedemorgen. Hi, heb je wat in de magnetron gezet? Nee, toch? Ja. Uh-oh. Nou, inderdaad, jaren geleden zo'n broodzakje met zo'n ijzer dingetje erom. Knal, oh ja. Knal. Maar ik heb, niet naar aanleiding daarvan hoor, maar een jaar of 3 geleden kocht ik een nieuwe magnetron. En toen zei ze, je kan gewoon metaal in. Nee. Jij hebt een oude. Ja, en Bakker Johan heeft een nieuwe. En ik ook. Nee, maar echt, jij kunt een lepel of zo in je magnetron leggen. Want ze zei, als je nou een glas melk of een beker melk warmt, ze zegt, dan zet je er gewoon even een ijzeren lepeltje in. Dan kookt de melk niet over. Nee, dat is met een houten lepel. Nee, een ijzeren lepel. Ja, mag een houten lepel, of een ijzeren lepel in je magnetron? Ja, mag. Waar ben je nu? Thuis. In de buurt van de magnetron? Ja, dat wel. Nou, doe er alsjeblieft eens een bekertje water. Ik lig nog in mijn bed, ik lig in mijn bed. Je bent niet in de keuken? Nee, of staat je bed in de keuken? Nou, soms zeg mama, ga jij in de keuken slapen? Nee hoor. Nee. Ik ben nog in mijn bedje. Oh ja, dus opstaan maar is ze misschien... Maar ze zeiden dat toen tegen mij, de kan in de magnetron. Maar ik zeg, het is drie is die oud, denk ik. En toen zei ze... Ik was ook heel verbaasd, want ik had het een keer meegemaakt. Met zo'n ijzer dingetje om een broodzakje, weet je wel? Zo'n plastic dingetje. Ja, dat ging vonken natuurlijk. Ja. Dat ging vonken, ja, precies, ja. Maar ja. Als je toch het hele verhaal vertelt, loop dan ondertussen even naar de magnetron. Nee, joh. Er is geen zin in, hè? Ik heb vier katten in mijn bed. Ja, dat is heel zielig, maar er zitten nu... Niet storen. Er zitten op dit moment 80.000 mensen... die hangen nu met een oor tegen de radio. Die willen weten wat er gebeurt als jij een lepel in de magnetron legt. Ja, er is toch wel nog... En bakker dingen, kan die dat niet even kan doen? Bakker, die jou... is al in de bakkerij. Ja, maar ik, weet je, die had het over roestvrij staal. En dan ben ik toch bang dat als hij ook een lepel, als hij erin gaat, of als hij een ijzeren lepel, dat de hele bakkerij... Nou, goed, we doen het de katten niet aan. Misschien dat iemand anders is die zeker weet dat er ijzer in de magnetron kan en dat die het eventjes gewoon even voor mijn gemoedsrust wil laten horen. En ik heb nog een antwoordje. Ja? Over er zijn geen dieren die zonder water kunnen. Kijk, nou, ik weet niet. Ja, weet je, dat wilde ik gewoon nog even horen. Ja, ik heb vroeger voor de dierenbescherming wat verhaaltjes gehouden voor op scholen. En ja. Dan maakte ik voor hele kleintjes, zo 5-6 jaar, maakte ik een boerderij. En dan had ik binnendieren, buitendieren. En dan had ik allerlei soorten voedsel. Hè? Konijnen voor, katten voor, honden voor, stro en eendjes en zo. En dan had ik een stuk of 8 of 10 dieren. En dan had ik ook 8 of 10 bakjes water staan. Ja.
gemaakt. En dan moesten de kinderen van mij het passende eten bij het passende dier zetten. Ja. En die bakjes water die bleven altijd staan. En dan zei ik altijd, alle dieren hebben water nodig. Dus jullie hadden bij alle dieren water moeten zetten. Een wandelende tak dan? Ja, die heeft ook water, want een tak heeft zelf ook water nodig. Ja, dat denk ik wel. Je geeft je plantjes toch ook water? Ja, nee, daar heb je een punt. Ja. Nou, ik ben blij met dit antwoord. En ik blijf me nog even verwonderen over de magnetron. Ja, maar misschien is iemand die vlak bij de keuken zit en ook weet... Of die wel gewoon even uit bed wil gaan. Die wel uit bed is, denk ik, ach, die kat lekker in een holletje op. Ja, oké. Nou, dank je wel, Sylvia. Goed, Astrid. Goeienacht. Hoi. Ja, fijne avond. Hetzelfde, doei. Herman. Goedemorgen, Astrid. Hi, Herman. Je klinkt heel ver weg. Ik ben ook ver weg. Oh, gelukkig. Vertel. In een auto. Ja. Astrid, in de Nevada-woestijn leeft een woestijnratje. Ja. Die hoeft niet te drinken. Nooit? Nee. Hoe kan dat nou? Dat het beestje zelf water kan maken. Oh. Echt? Het beestje assimileert water uit waterstof en zuurstof. Wauw. En natuurlijk heeft water nodig, want het is elk levenwezen. Maar het hoeft niet te drinken. En dat is ook lastig in de woestijn. Ik kan je helemaal niet verstaan, maar woestijnratjes. Ja. Ja. Nou, dankjewel, Herman. Hey, fijne uitzending verder. Dank je. Doeg. Hoi. Doeg. Echt, het blijft mij verbazen en ik blijf het mooi vinden. De mensen zitten te luisteren naar dit programma, die weten gewoon dingen. Ik bedoel, we hadden eerder al het bergduiveltje. Dat is een soort salamandertje dat eruit ziet als een draakje. Die gooit zand op zijn rug en dan kan hij met zijn rug het water uit het woestijnzand halen. En nu dan zo'n woestijnratje. Die dingen komen gewoon voorbij. Esther. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ik luister al de hele nacht naar jou. En ik bel eigenlijk voor de poeteneus. Maar ja, ik wil ook nog even inhaken op de magnetron. Ik heb ooit eens een kopje thee willen opwarmen in de magnetron. En dat kopje, was een oud kopje. Dat had een iets verguld. Het zal niet echt goud geweest zijn. Ja. Nou, de vonken spatten eraf. Ja, dat kan ook niet, hè? Gewoon zo'n gouden randje op een thee of een koffiekopje of zo. Ja. Dat kan ook helemaal niet. Dat wist ik toen nog niet. En ja, dat is al jaren geleden hoor. Maar ik denk, jeetje mina, een gouden uitgehaald. Dus je moet met metaalachtige dingetjes, zelfs al zijn het kopjes of iets dergelijks, je moet er enorm oppassen. Maar nou hoor ik dus net, nou ben ik de naam kwijt. Dat is jammer. Maar ik hoor dus net, oh ja, Sylvia. Ik hoor net van Sylvia dat ze nieuwe magnetron heeft waar ze gewoon metaal in mag doen. Dat zou kunnen. Dus dat zou, ja voor precies. Voor mij is al behoorlijk oud. Dat kan misschien daaraan liggen. Dus zo'n ding gaat lang mee. Ja, dat die dusdanig zijn ingesteld dat je wel er iets in kan zetten. Maar ja, dat weet ik niet. Okay. Even over de poezeneus. Ik heb een hele lieve katertje. Een lief katertje van een jaar of 10. Misha. En het leuke is dat natte neusje, ik heb een tuin. En als hij in de tuin is geweest en gesnuffeld heeft aan bloemetjes en dingetjes, dan heeft hij inderdaad, als hij binnenkomt, een nat neusje. En terwijl, als hij gewoon binnen is, dus niet naar buiten is geweest, en hij zit gewoon voor het raam, dan is het neusje droog. Ja. Dus ik weet niet, ik ben geen expert op dat gebied, maar het is soms nat en soms droog. Hij is kerngezond. Dus ik weet niet of je daaraan kan aflezen of een dier ziek is. Of dat niet. Nee, maar daar heb ik al meerdere mensen over gehoord vannacht. Dat niet echt iets zegt. Maar wat mij nou is gaan fascineren gaandeweg dit programma vannacht, is waar is dat neusje dan van gemaakt? Dat nat of vochtig kan zijn? En dat het is net alsof hij verkouden is dan als het nat is. Heel typisch. Ja. Druppeltjes onder zo. Beetje snotterig. Snotterig, ja. Maar, inderdaad. Maar als wij onze lippen nat maken en we doen dat de hele dag, dan gaat dat op een gegeven moment, wordt dat ruw en pijnlijk en zo. Maar zo'n kattenneus, die is dus
die is wat stugger, dus wat stuggere huid. En die kan dus gewoon vochtig zijn de hele dag, ja, zonder dat het zeer lijkt te gaan doen. Ik heb gekeken naar dat neusje, maar het is een soort leerachtig. Ja. Zo ziet het eruit. Ja, jij hebt ook katten, hè? Ja. Dus een soort leerachtig iets en dat is vrij stug. Ja. Maar eronder gewoon die holpertjes. En dan af en toe er komt er wel eens een druppeltje. Hij zegt, oh jee, ben je verkouden, zeg ik ja, tegen hem. Neusnuiten. Maar dat is niet zo. Dat nee, heeft hij wel lopen snuffelen aan plantjes of aan dingetjes. En dan wordt het vochtig. En dan een poosje ligt hij lekker bovenop de verwarming. En dan is het weer droog. En dan droogt hij weer uit. Nou, ja. Nou ja, 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 misschien het is gewoon waarschijnlijk dat plekje. Ja. Ik denk het, ja. Maar het hoeft niet erop te duiden dat het een dier ziek is, hoor. Dat zeggen ze wel eens. Dat bij honden vooral, hè, is dat dan. Ja, dat als ze geen natte neus hebben. Als ze geen natte neus hebben, als het droog is, dat er dan iets mankeert. Ja, maar het schijnt niet waar te zijn. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Maar bij twijfel, ik zeg het gewoon maar weer een keer voor die drie mensen die dat nog niet weten. Bij twijfel altijd even naar de dierenarts, hè? Ja, absoluut. Ja. Nou, dat goed voor de dierenzorger. Tegen mij niet, tegen Dovermans horen gezegd. Ik wil even tot slot nog je complimenteren met je programma. Ik luister al jaren naar je. En ik wou dat het elke avond of elke nacht. Ja, ik ook. Maar ja, dankjewel Esther. Oké, okay. Goed. Hey, fijne uitzending nog. Hoi, dank je. Hoi. Doeg. Andries. Ja, goedenavond. Of goedemorgen al. Dag. Je vroeg voor die magnetron en de bakker die zei dat die RVS-schaaltjes in een magnetron deed. Maar het zou best kunnen dat RVS, dat is niet magnetisch, dat het om die reden wel kan. Ja, ik even kijken hoor, want ik krijg zoveel appjes over de magnetron dat ik het allemaal zo snel niet kan doorlezen terwijl ik aan het praten ben. Maar ik zag iemand die zei even, oh hemeltje, ja, dat is echt. Ja, ik heb ook wel gehoord dat nieuwe magnetrons dat schijnbaar wel ijzer in kan. Ja, dat hoorde ik net ook van Sylvia. Ja. Dus dat is natuurlijk even de vraag. Maar iemand zei ook. Maar wacht, ik ga het nu gewoon even opzoeken hoor. La la la, wachtmuziekje. Want er was best wel een relevant antwoord. Ja, hier, van Matthijs. Roestvrij staal kan gewoon in de magnetron. Dat heeft niet met ijzer te maken. Alleen goedkoop, magnetisch, wat jij dus zegt, roestvrij staal. Dat mag niet in de magnetron. Maar gewoon roestvrij staal bestaat uit messing en tin. En dat vonkt niet, want alleen ijzer vonkt. Ja, dat is gewoon roestvrij staal. Dat is metaal, dat is niet magnetisch. En is iets andere samenstelling. Ik weet niet of het messing en tin is, maar. Oh, nou, dat zegt hij. Maar dat kan dus in de magnetron. Nou, dankjewel, Andries. Ja, een fijne ochtend. Verder. Ja, hetzelfde. Ochtend. Doeg. Ja, dag. Hoi. Geit? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens. Ik zal je vertellen, ik maak s'avonds altijd een beker warme melk. Ja. Dan doe ik gewoon de theelepel in. Gebeurt niks. Ja, maar als je geen theelepel erin doet, dan heb je soms in de magnetron dat er in die melk een laagje warmer is en kouder. Ja, ja. En als je de theelepel erin doet, is alles lekker groeit, heet. Maar weet jij nog, Guit, wanneer jij je magnetron gekocht hebt? Wel, dat is een poos geleden hoor. Oh. Die is dan wel 6-7 jaar oud. Oh. Maar het is inderdaad volgens mij roestvrij staal wat erin kan. En dat zijn vroeger had je zilveren lepels. Die moet je er niet in doen. Oké, maar wat voor lepel doe jij er dan in? Gewoon roestvrij staal. Een roestvrij stalen. Inox. Oh. Dat is wel vroeger wel grappig, want iemand stuurt helemaal vanuit Portugal, zegt hij. Even kijken of ik het nou goed zeg. Roestvrij staal is van Unox. Dat is geen ijzer. Daar zit geen ijzer in. Maar, nee, is die van de Unox? Nee, maar Unox. Dat schrijft hij wel. Oh, ja. Nee, ja. Unox is worst. Ja, dat kan in de magnetron. Ja hoor, geen enkel probleem. Dankjewel, Geit. Geen dank. Doeg. Doei. Doeg. Oh, wat een spannende ontwikkelingen allemaal zo op het laatste restje. Want ik krijg echt zoveel verschillende berichten nog over die magnetron. Dat ik denk dat ik ben toch nog een beetje bang. Ik zeg dat mensen dingen in hun
in hun magnetron gaan doen. Remy die zegt: Astrid, alle ijzer in jouw keuken is RVS. Dus dat is roestvrij staal, neem ik aan. Dus dat kan dan wel in de magnetron. Maar echt, als ik een lepel in mijn magnetron doe, dan gaat het echt vonk hoor. Dus misschien dat ik dan zo'n oude, goedkope magnetron heb, dat die ook niet tegen roestvrij staal kan. Dus ga er nou alsjeblieft niet mee experimenteren. Rob die zegt: diepere metalen schalen, zoals pannen, veroorzaken problemen. Er wordt zoveel magnetronstraling weerspiegeld dat te weinig golven het gerecht bereiken. Oudere magnetrons, kijk, dat ben ik dus, kunnen onder die omstandigheden zelfs defect raken. Ja, veel straling kaatst dan namelijk terug naar de zender die de magnetronstraling opwekt en die raakt oververhit. Metalen voorwerpen hebben soms een zodanige vorm dat ze de magnetronstraling als een holle spiegel weer kaatsen naar één punt. En dan komt er nog een verhaal, maar dat past er niet meer in de app. Maar ik denk dat ik dat dan, dat ben ik dan, dat het altijd precies misgaat. Denk ik. Even kijken. Petra die stuurt nu: nee, roestvrij staal is samengesteld uit ijzer, nikkel, chroom en koolstof. Dus er zitten wel weer ijzer in. Nou ja. Goed, volgens mij als het op je magnetron staat dat er geen ijzer in kan, zou ik het gewoon voor de zekerheid niet doen. Dan is er nog van alles binnengekomen via Facebook, via Twitter en andere wegen. De chat natuurlijk. En dat heeft Martin dan allemaal voor me gelezen. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij nog? Oh ja, ik krijg net ook van Petra: een kattenneus zal wel een soort slijmvlies zijn wat vochtiger is dan gewone huid. En dan is de neus heet en droog, dan is de kat wel ziek. Maar verder is hij wisselend nat en droog. Dat is even fijn om te weten nog. Ja, wat heb jij nog voor me? Nou ja, het berucht advies, hè? Bij twijfel ga naar de dierenarts. Ja, en bij twijfel doe het niet in de magnetron. Nee. Ja. Nee. Hey, maar Marco wilde weten wie het drinkwater controleert. Ja. En daar kwam Rolf mee. Drinkwaterbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van het drinkwater. Of het voldoet aan de normen die staan in het drinkwaterbesluit. En zij moeten hier weer een rapportage over inleveren bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Zo. Ja. Dat is toch fijn om te weten, ja. Dan kreeg ik onder andere van Klaas, van Jaap en van Carola te horen dat in beslag genomen verdovende middelen worden vernietigd. Punt. Ja, dat krijg ik ook aan alle kanten door. Dat is nog een vraag uit het eerste uur of in beslag genomen drugs niet omgezet zouden kunnen worden in medicijnen. Het antwoord is geloof ik aan alle kanten gewoon nee, omdat daar te veel risico's bij kijken. Ja, bij komen kijken, ja. Ja, even kijken. Wim wilde weten waarom er bijna alle zenders geen teletext meer hebben. Nou, ze hebben allemaal tegenwoordig zo'n mobiele app en dergelijke. En mensen maakten dus daarvan gebruik en niet meer gebruik van teletext. Dus het was gewoon te duur om een redactie in leven te houden. Ja. Even kijken, dan hebben we nog Meindert die spoorloos wilde terugkrijgen. Nou, onder andere Toby, maar ik ga nu een heleboel mensen vergeten. Ja. Via www.npo.nl/spoorloos zijn alle afleveringen terug te kijken. Wauw. Ja. Ja, en Bert Visser die stuurt een berichtje uit Schotland. Die zegt: ik kan hier alles terugkijken, maar die heeft een HD-abonnement via NPO Start. Dus dan kan hij ze ook terugkijken. Even kijken hoor, dan hadden we nog Dick die wilde weten waarom een Jaguar in Duitsland goedkoper is dan in Nederland. Ja, nou daar heeft Ruben wel al antwoord op gegeven, maar wat heb jij gevonden? Nou, ik niks, maar René Loeven wel. Ja. Die geeft aan dat het heeft te maken met de BTW, maar ook met de BPM. Ja. En die is in Nederland al 2% hoger en... of de BTW is 2% hoger en de BPM is bij ons zelfs 40% hoger dan in Duitsland. Ja, en dat en nog weer verder daarop voortbordurend zei Ruben dus dat ook binnen Europa de landen apart nog wel over hun belasting gaan en dat dat dus in Nederland anders geregeld is dan in Duitsland. Ja. En dan had Christy nog een aanvulling op de vraag van Mirjam: hoe verhoudt de ruimtevaart zich tot het milieubehoud? Mm-hmm. Omdat André Kuipers dus vanuit dat vliegtuigje heeft gezien dat het met de regenwouden zo slecht ging. Mm-hmm. Is hij zich gaan inzetten voor de strijd tegen het verlies van natuurlijke hulpbronnen. En daarom is dus die kever naar hem vernoemd. En die heet nou dus de Grovelinus André Kuipersie. Ja, want Mirjam zei nog dat ze het André eraf gehaald hadden. Maar dat is dus helemaal niet. Zijn tweede naam is de André Kuipersie. Ja.
Fantastisch. Dat vond ik wel die vond ik wel grappig. Ja. Even kijken hoor, dan hebben we die gehad. Sorry, ik zit even ook mijn hele lijstje nu na te gaan, of ik ze allemaal heb benoemd. Ja. Nou, ik zit ook te kijken, volgens mij is er niets meer niet beantwoord. Nee. Nou, dan kunnen we weer gaan dansen. Gaan we dansen. Dankjewel hè, tot volgende week. Tot volgende week. En dan was dit inderdaad Nachtzuster. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering. Ik wil heel graag met het nieuws beginnen, maar jullie hebben nog 2 minuten, Astrid. Ja, wat vriendelijk van Joeri Stubenitski dat hij beter op de klok zit te letten dan wij. Ja. Want, zit er wel helemaal klaar voor, Joeri. Ja, ik moet over 2 minuten op heel veel zenders beginnen. Wat een toestand. Nachtzuster, een programma van Max.